En ik merkte dat de microfoon uitstond. David, je bent de beste streamer ooit. Oké, dat begint lekker. Wat ik zei, is dat ik alles play by play aan het vertellen was. Oh, dan ga ik allemaal... We horen niks. Nee, ik zie het. Maar misschien had ik het niet tegen jullie. Misschien had ik het tegen iemand op TeamSpeak. Anyway, mag ik even een moment stilte? Ik zei moment stilte. Ik zei moment stilte. Ik heb net, terwijl ik nog even drink aan het pakken was en even de stream aan het klaarzetten ben, heb ik hier 16 namen staan. Die heb ik hier op een knopblokje staan. Nee, ik ga ze ook niet oplezen ook. Dat is nog te veel eer. Dat waren kinderen in de chat die waarschijnlijk heel boos waren. En er was één, ik zal een paar voorlezen. David, als je nu niet live gaat over 2 minuten, dan ga ik wat anders kijken, hoor. Donder lekker net op! Hey, sorry. Ik bedoel, dan ga je lekker naar wat anders kijken. Of deze. Haha, niet live. David houdt zich niet aan de afspraken. Mag ik zo een invite? Mensen, als je een brain fart hebt, betekent dat niet dat je niet in kan houden. Soms hoef je iets echt niet te typen. Ik weet sommige mensen echt zo klaarstaan om iets te typen wat ze zien. Niet altijd doen. Net als in het echte leven straks, waar jullie nog helemaal niet klaar voor zijn. Tenminste, jullie dan, die mensen niet. Jullie misschien wel. Niet altijd zomaar wat zeggen. Want voor je het weet, dan heb je je invite niet. Of je baan die je wil hebben. Of de vriendin die je leuk vond. Of dat soort dingen. Oké? Het is maar een idee. Ik ben zo blij dat ik niet opgegroeid ben in een tijdperk waarbij ik alles op mijn 12-jarige leeftijd zo het internet op kon kwakken. Goedemorgen zeg. Ik zou mezelf haten als ik erover terugdenk. Maar voor alle andere mensen die dat allemaal niet gedaan hebben en gewoon lekker geduldig gewacht hebben. Wij gaan Mindtopia spelen. Spelen. We gaan op Mindtopia. En ik heb namelijk goed nieuws voor jullie. Er is namelijk... Het is, oh shit, dat mogen jullie helemaal niet zien. Oh, ga weg. Oké, ja. Je hoorde Janna, hoorden jullie al. Ik moet eventjes... Ik moet die weg. Dit mogen jullie nog helemaal niet zien. Waarom sneeuwt het hier? Waar ben ik? Het sneeuwt hier. Nee. Momentje jongens, momentje. Blijf. Ik weet de gamers nog niet te zien. Dat weet ik. Daar ben ik me van bewust, oké? Zo. Oké, nu kan het wel. Ja... Ik heb best flink rond zitten vliegen, want ik heb een nieuw huis. Oké. En dat kunnen jullie zo meteen gaan zien. Nou nog niet. Nee. Nou nog niet. De lippen zitten van Revee, is het waar? Op mijn lip? Op mijn wang? Heb ik het er niet afgehaald? Wat? Zit mijn lippenstift van Revee nog op? Ik kan de andere kant niet zien. Ik kan het echt niet zien. Echt waar? Hier. Ik denk dat de lippenstift nu weg is. Sorry, maar dat komt helemaal goed. Terug naar Minecraft, want meerdere dingen wat we vandaag gaan doen. Ik ga mijn nieuwe huisje betrekken. Ik ga naar het bouwbedrijf om dat in te richten. En ik ga nu even naar mijn eigen huisje terug om wat spulletjes op te halen. Om te kijken wat ik ermee wil. En dan moet ik die hele toko nog een keer gaan betalen. Want het ziet er als veel geld uit, hè? 700 nog wat. Maar daar gaat zometeen heel veel vanaf, want het is een dubbele verdieping wat mijn nieuwe huisje is. En ja, dat zit boven op het dak. Daarom dat mijn eigen huisje, mijn echte huisje, dat is deze, die is nu te koop. En hebben jullie niet ook al zo ontzettend veel zin in om straks op Mindtopia te kunnen spelen? Ik ben wel benieuwd. Waarom zou jij zin hebben om straks op de public server mee te kunnen doen met Mindtopia? En misschien nogal belangrijker, en dat wil ik eigenlijk wel even mee beginnen zometeen. Ik ga dan mijn kleren even pakken en al mijn spullen. Jullie kunnen achterlaten... Wat jouw doel is. En dat mag alles zijn. Jullie weten mijn mening waarschijnlijk wel over mensen die alleen maar spelen om hun YouTubers te kunnen ontmoeten. Ik vind dat zelf niet handig en ook niet de bedoeling. Hey, hallo, mag ik hem? Dank u. Maar het mag wel, natuurlijk. Dus als dat de reden is, wees niet bang om dat te zeggen. Ik ga je niet voor lul zetten. Ik ga niet zeggen, oh my god, wat een overdreven fanboy. Absoluut niet. Zo, dit gaat even hierheen. Ik ben gewoon oprecht benieuwd waarom mensen... op de server gaan straks. Wat willen jullie? Willen jullie werelddominatie? Hebben jullie ook al bedacht waar jullie heen willen? Is dat Wasteland? Is dat Sunnyvale? Is dat Mytopia? Is dat Qtraxia blijven? Is dat Rolandia? Heratopia? Cosmopolitan? Is dat Malibu?
Grayville misschien zelfs. Of toch Industrial. Wat best wel heel erg Sovjet eruit ziet. Laat dat maar even achter. Dan ga ik zo dat even voorlezen. Wat jullie brain farts daarover zijn. Wat een heerlijk woord is dat. Brain farts. Zo. Dat was de kleding. Oké. En volgens mij is de vraag nu wel gesteld. Holy damn jongens. We hebben 1200 kijkers. Welkom. Ik ga geen video maken van mijn trouwerij. Nee, dat dacht ik toch even niet. Nee. Ik denk dat ook een beetje te ver gaat. Sommige dingen moet je niet altijd delen, denk ik. Een hotel? Oké. Weet je wat ik ga doen? Ik ga kritisch jullie voorstellen bekijken. Want daar hebben jullie wat aan. Dan hebben jullie zoiets van, oh, dat was misschien toch geen goed idee. Of, oh, dat is inderdaad een goed idee. Een hotel. Dat betekent dus dat de kamer waar jij dan in zit niet van jou is. Wat heb je er dan aan om binnen te zijn? Je kan niet slapen. Je kan niks. Waarom zou ik geld betalen om een hotelkamer te hebben voor een dag? Heeft alleen maar nadelen. Hotel, niet echt slim. Paintballzaak beginnen. Succes, want dat zit er niet in de plug-in. Dus, ik weet niet hoe je dat wil gaan doen. Niels vraagt, moet je betalen om op Mytopia te kunnen als het public is? Je moet niet betalen, maar het zal waarschijnlijk met een rank te maken hebben. Zie je het als een soort private server voor de mensen met een rank en dergelijke. En mods natuurlijk, want ik heb gezien hoe dat ging met Kingdom. En dat was echt een drama. Ik kan je ook vertellen dat er momenteel 28.000 accounts op een banlijst staan op DDG. Het zijn allemaal mensen die geen unban verdienen. Het zijn alleen maar mensen die spammen, schelden, hacken. Dat gaan we hier weer krijgen als het allemaal los is daarvan. Dus ik wil gewoon mensen die serieus zijn. Meestal zijn dat mensen die ook een rankje halen. En er zijn ook heel veel mensen die nooit een rank kunnen halen, maar heel serieus zijn. Maar we moeten ergens de grens trekken. Want ik zie het verschil tussen Jan die zegt ik ben serieus en Jan die zegt ik ben serieus. Dat verschil zie ik niet. Terwijl de ene een gigantische retard is, wou ik zeggen. Motherfucker. En de ander een serieuze speler. Dus op die manier. Plus het is ook zo, niemand heeft zin om geband te worden als je ergens wat geld voor betaald hebt. Zo simpel is het. Een reisbureau, zelfde verhaal. Why? Als je gewoon daarheen kan. Al, je kan al overal heen. Het is niet alsof je vanaf Qtraxia, het startstadje, in één keer naar Mytopia op vakantie mag via jouw reisbureau. Dat is wel heel veel macht, niet? Want dan wil elke fan dat om mijn huis te zien. Dylan is een maffia. Koen, ja, dat komt ook als video op YouTube. Je kan de hele stream terugkijken straks, dus dat komt helemaal goed. Je wil de Wasteland met een groep genaamd de Crips rondtrekken en de baas spelen. Wij worden de baas. Jesse DDC Power, ik wens je heel veel succes. Dat is een oprecht een... Besef wel dat er heel veel mensen zijn die het ook gaan doen. Maar, ja. De wapenhandel in Wasteland trouwens, heb ik heel veel vragen over gezien. Is best heel simpel uit te leggen. Het werkt als volgt. Daar zijn inderdaad gewoon wapens te krijgen en makkelijker te verhandelen. Je kan niet opgepakt worden voor wapenhandel. Ik ga trouwens even mijn huisje laten zien aan jullie. Hebben jullie dat ook even gezien? Alleen zodra jij naar Sunnyville wil of naar Industrial, dat zijn de enige twee plekken waar je heen kan vanaf Wasteland. Wat er aansluit, zeg maar. Je kan niet van Wasteland in één keer naar Mytopia of naar Qtraxia. Dat ligt er gewoon niet naast. Dan is er een wapencontrole aan de grens. En kun je betrapt worden als jij dus een wapen op zak hebt. Betekent dus dat, stel je voor dat 9 van de 10 wapens gevonden worden onderweg. Oh, hier is het trouwens. Ik laat het zo zien. 9 van de 10 wapens worden gevonden van Wasteland naar Sunnyville. Betekent dat die ene knuppel of pistool wat doorkomt, die is waarschijnlijk echt 10 keer zoveel waard in Sunnyville. Mooi geld verdienen, maar het is een risico. Beetje gokken. Oké. En ook wel een leuke vraag trouwens. Die kwam uit de reacties van de video van gisteren. Wat gebeurt er als jij iemand, als je in Wasteland woont en je vermoordt iemand ergens anders? Technisch gezien, als je daar niet opgepakt wordt op dat moment, niks. Ga je uitloggen, dan is dat combat log en dan kun je wel een tijdelijke ban krijgen. Want dat is gewoon not done, zoiets. Ik denk dat we zelfs ook een logout queue daarvoor moeten gaan hebben. Warpen kun je ook niet zodra je iemand vermoord of slaat. Dus je kan ook echt niet wegkomen voor de politie. Aan de andere kant is het zo. Stel je voor,
jij staat bekend, en dat kunnen we natuurlijk allemaal zien in het systeem, als ultrakiller. Dan zou het kunnen zijn, als je 10 man vermoord hebt en je woont in Wasteland, dat er een keer het leger binnenkomt vallen daar. Die komen met Full Diamond, komen ze jou opzoeken. Kan. Wat de hel? Oké, die wil even kijken volgens mij. Dit is mijn nieuwe huisje. 300.000 euro. Moet ik zo meteen nog betalen? Heb ik zo geen zin in. Maar. Zie het uitzicht. Daar is Smal. Hallo, kleine Smal naar beneden. En hier is voorbij. Kunnen we over de rand kijken. Zo goed als. Je kan in ieder geval zien dat er daar gewoon nog niks zit. Binnenkort, straks wel trouwens. Straks kun je hier dus uitkijken op Heratopia. Maar dat is een ander verhaal. Daar gaan we het nou niet over hebben. Ik ga even mijn kleren opbergen. En mijn vis hou ik even. Ik ga het straks al echt allemaal weer een keer sorteren hoor. Moet je kijken jongens. En ik moet het allemaal nog verkopen. Of allemaal. Een groot deel hiervan moet ik nog verkopen. Komt wel. Een keer. Jullie zagen het al. Er is ook een bovenverdieping. Dat klopt. Er is een klein kamertje. Ik denk dat ik hier een soort slaapkamer van ga maken ofzo. Dat maken we hier. En je kan zelfs uitkijken op de trap die daar naartoe loopt. Hier heb je een, ja, een soort van minikamertje. Er was ruimte over. Dus ja, dacht ik zoiets, waarom niet. Oh ja, ook wel leuk. Er is ook een zwembad. En die is nog heel kaal. Heel lelijk, zoals je ziet. Ik zal hem even laten zien hoe hij er ook uit kan zien. Moment. Moeten we er even heen lopen. Dan komt het helemaal goed. Mijn idee is trouwens om binnen een week, dus voordat de server online is, want dat is niet binnen een week, wou ik van elke stad een uitlegvideootje gaan maken voor jullie van 5 tot 10 minuten. Er werd veel verzocht van jullie op de vorige video toen ik vroeg van joh, wat willen jullie? En jullie zeiden allemaal ja, doe gewoon duidelijke uitleg wat alles is. Nou, geen probleem. Komt er dus aan als jij binnenkort je zinnen gezet hebt op het sneeuwstukje Greyville of op het Sovjetgebied Industrial. Dan kun je in 5 of 10 minuten tijd kun je die video bekijken. En precies horen wat er aan de hand is. Nou, ik zal toch even dit laten zien, want dat is wel cool. Ik ga niet mijn voeten nat te maken, daar heb ik nog geen zin in. Alles is heel basic, zien jullie dat? Dus we hebben wol in plaats van kwarts. We hebben hier lelijk hout. Misschien dat ik zelfs het zwembad gewoon zo groot als het hele ding maak. Weet ik allemaal nog niet. Maar het uitzicht, zoals ik zei, is greuwelijk. Let op. Ik vind het mooi. Dit is één van de hoogste gebouwen. Technisch gezien zou Duf niet heel veel lager staan, maar ja, die zit op Uptown. Het is volgens mij nu zo'n beetje het hoogste gebouw van de server. En ben ik trots op, vooral omdat het niet een heel smal, dun gebouw is dat heel hoog is. Het is echt een kast van een huis. Ik moet alleen wel even binnenkort gaan betalen, want ik moet het bouwbedrijf zo meteen even opzoeken. En ik zoek ook nog een, laten we zeggen, een kandidaat. Oh ja, leuk nieuws. Voor de invite, die we straks gaan doen, laten we het anders zeggen. Gooi hem even op groot scherm. Wie van de mensen hier, wie van de 2000 kijkers, ik ga het ook even tweeten, wil een invite winnen? Laat dat maar achter. Dit is een invite die rechtstreeks naar Mindtopia gaat. Moet je straks voorstellen als het public is, zo over 2-3 weken of zo. Moet je beginnen in Qtraxia, dan moet je naar het blauwe stukje, de zone 2. En dan pas kun je eventueel in Mindtopia wonen. Maar de vraag is of ik er nog woon dan. Oftewel, dat moet ook niet je einddoel zijn, vind ik hoor. Maar wie wil dat? Want ik ga jullie uitleggen waarom ik dat vraag. Wie wil de invite? Als je goed opgelet hebt, heb je gezien dat ik hier woon. Hier is mijn zwembad. Dit is de trap naar boven. Dit is nog niks, want er is nog geen extra verdieping bovenop. Maar wat is dat? Oké. Dit is wat de invite krijgt. Behalve dus alleen de 10k, wat ze startgeld hebben. En natuurlijk een verblijfplaats in Mindtopia. Je kan het allemaal overslaan. Ben je ook gelijk zwembadboy? En trouwens voor mij wel dit totaal niet. Maar we gaan het proberen. Hier onder het zwembad, zeg maar. Hier zo, onder de trap ook. Heb je hier een best wel groot huis. Je hebt alleen geen ramen. Dus dit geef ik weg aan de invite-winnaar zometeen. Betekent dat je onder mij woont, want dit is mijn trap. Dan word je zo'n kastenkruiper.
En is natuurlijk ook logisch dat je veel wat bij te maken krijgt. Want ja, we zijn tenslotte buren. Ik zei, dat dacht ik al, we kunnen hier. Oh ja, we kunnen hier wel uit. Oké. Okay. Beetje een moeilijk luik, maar je kan eruit. Dus, als je dat wil winnen, die invite, dan krijg je dat erbij. Of je dat wil of niet. Verkoop het anders maar aan een fangirl. Die betaalt er zo'n 200.000 voor. Het is best groot. Al zeg ik het zelf. Wie wil? Oké. Als jullie het allemaal zo graag willen, waarom hebben we dan... dan moet ik even checken of het klopt wat ik zeg, hoor. Waarom hebben we dan meer kijkers dan likes, jongens? Geef even die like op die streams, jongens. Kom op. Jullie doen het op de video's ook. Waarom dan niet hier? Volgens mij genoeg mensen. Oké, dan gaan we daar zometeen lekker iemand voor uitkiezen. Wat ik net ook zei, ik moet nog een ander iemand hebben voor een projectje. En ik ga gewoon op straat kijken wie ik ken, wie mij geschikt daarvoor lijkt. Want het moet aan de ene kant een aardig persoon zijn. Ik moet ermee op kunnen schieten. Het moet geen naaibakkie zijn. Corgast hebben we hier. Martje. Maar aan de andere kant moet hij ook wel een klein beetje te overtuigen zijn dat hij wat hij gaat doen, dat het ook een beetje voor mij is, zeg maar. Snap je? Het is en blijft Mytopia. We hebben Brian, Dragirion. Wie zijn er eigenlijk allemaal? Best veel mensen. Oké. Okay. Let's keep walking. Misschien... ik moet de rest van mijn kist ook nog leeghalen, denk ik. Dat komt allemaal nog wel. Ik heb niet eens water bij me. Shit. Waar is mijn water? Oh, wow, die heeft Joris wel. Joris heeft water. Komt goed. Oh, hier. Ik wil meer! Dank u. Zo, nu hebben we water. Nou weet ik dat het trouwens niet weekend is, hè, maar gewoon door de weekse stream. Maar waarom hebben wij eigenlijk 2.500 kijkers in plaats van 4? Is er een reden of zo? Is Mytopia minder aan het worden? Is het... zeg het maar. Wat? Hoi. Wat doet hij? Wat de hel? Ik hoef dat niet. Ga even weg of zo. Wat de hel? Ik ken hem niet. Als in, ik heb nooit contact met hem gehad en hij geeft eten aan me. Echt zo niet geschikt. Als zeg maar, dat is iemand die gewoon een random invite gekregen heeft in plaats van een goed idee, volgens mij. Als je, ik kan je nu garanderen, als je nu aan het kijken bent en je hebt grootste plannen voor Minecraft. Zonder dat die jongen nou helemaal de grond in trap. Als jij zo bent als persoon, je wil eten geven aan YouTubers, je bent... Met die hele instelling zul jij waarschijnlijk nooit hier komen. Dan blijf je altijd in de startstadjes. Want dan heb je geen goede plannen, dan loop je alleen maar rond te derpen. Je zal het anders moeten spelen. En als je het goed speelt hier, heb je wel vrienden, maar het zijn mensen die je kent. En niet mensen die je random op straat ziet of een bekende naam hebben. Oftewel, doe dat gewoon niet. Ga met je eigen vrienden, ga ermee samenwerken en verder niet. Ik geef bijna niemand hier iets. Hey, Ronald! Hey! Ronald! Maar dus even, dat is even mijn speltip. Hou je daar gewoon aan, want dan dus... Ja, waar speel je dan voor? Dan heb je straks 20 uur in zitten en je bent niks opgeschoten. Echt niks. Je komt niet in Mytopia op die manier. Hi. Kijk of dit teamspeak is. Hey. Hallo. Hi. Dan heb je een raar hoofd. Ja, ik heb een nieuw masker gekocht en nieuwe schoenen. Dat staat heel mooi, hè? Van wie zijn die schoenen? Zijn die van Gijs? Ik heb ze van Gijs overgekocht. Dat dacht ik al, want die heeft schoenen van mij gekocht. Ja, en want ik zocht wel een beetje schoenen die bij mijn hele mooie masker was. Dus ik dacht van, hé, ik heb niet toch geld. Ik heb nog iets wat nog veel beter bij jouw mooie masker past. Nou, vertel. Ik laat je dat boven even zien. Kom er even mee, okay, want ik weet niet... Hoe vaak ben jij bij mij binnen geweest? Ik ben eerlijk gezegd nog nooit bij je binnen geweest. Oké. Okay. Meestal word ik niet toegelaten, omdat ik ben maar een verkoper. Ja, want wat doe jij momenteel nou? Trouwens, dames en heren, Ronald van HGP, mag ik even een daverend applaus voor Ronald? Op dit moment ben ik eigenlijk alleen nog maar een masker. Ja, ik verkoop maskers.
In de winkel van Gijs. Ja. Bevalt me niet zo heel erg. Zo bevalt het je niet? Ja, hoe kan ik het nou zeggen? Het was eerst een slager. Die is een beetje failliet geraakt. Maskers die lopen nu wel, maar... Om zo maar te zeggen, dat bedrijf van mij en Gijs was eigenlijk eerst één. Dus ik zou samen met Gijs een bedrijf starten. Ik had 20.000 ingelegd. Ik was in één keer geen eigenaar meer. Ik heb mijn 20.000 teruggekregen. Dus nu ben ik gewoon een medewerker, een verkoper. Was een beetje lullig, een beetje lullig. Sorry, zei je wat? Dat het een beetje lullig was. Ik was aan het dansen op de muziek. Maar, nee, ik snap het helemaal. Super kut. Maar je bent dus een soort halve ex-verkoper dan nu? Ja, je kunt nog zeggen, ik werk nog wel bij hem, maar hoe lang? Ja, dat weet ik ook niet. Nee, okay. Ja, maar hij is inmiddels, want ik denk dat hij ja, een soort van eigenaartje gaat zoeken voor dat zaakje van hem. Mm-hmm. Sinds die bankdirecteur is natuurlijk, is er niet veel. Zo, het ziet er leuk uit. Ja, leuk ingericht. Het is al wel wat leger. Ik heb alle kleding heb ik al meegenomen naar mijn nieuwe huis, want ik ga hier dus weg. Ga je weg? Omdat ik groter wil. Dit is een wat kleiner appartementje en ik heb een wat grotere genomen in mijn eigen gebouw. Oké, dan wil je straks niet mijn appartement zien. Kijk, Gijs is een goede baas geweest. Ja. Maar hij heeft mij onderdak gegeven. Maar mm-hmm. Dat is echt hoogstens de ruimte van deze bed. Maar jouw letterlijk, jouw bed, was mijn kamer. Oké. Dus dat was wel een beetje krapjes. Ik heb een voorstel. Mm-hmm, mm-hmm. En daarvoor moeten we niet hier zijn, maar even naar beneden trouwens. Helemaal naar boven. Dat is mijn nieuwe appartement, daar ga je helemaal van je stokje vallen. Komt maar. Ja, ik volg je. Ja. Hoeveel geld heb jij momenteel? Gewoon een eerlijke vraag. 26.000. Ah, oké. Okay. Ja, ik vind het nog best wel veel. Ik heb maar heb je dan ook je eigen, huis dan, of dat nee, niet? Nee, ik leef nu op Gijs zijn, in zijn schuurtje, om het zo maar te zeggen, want het is echt zo krap. Oké. Hoe is dat allemaal gekomen, jongen? Ik heb geïnvesteerd in bedrijven. En ik heb nooit echt geld ontvangen, om zo maar te zeggen. Ik heb nooit winst gekregen van al het vlees wat verkocht is. Drama. Nou, dit krijg je als je hard blijft werken. Alleen de locatie, en dit is over de hele verdieping. Dus mm-hmm. Je kan ook hier even naar boven als je wil. Ja, over de hele verdieping is 3 ton. Ik moet het nog betalen zo meteen. 3 ton? Ja. Kom ik aan met mijn 26.000? Tik ik zo af, hè. Zwembadje erbij, daar heb je nog een opstapje voor het zwembadje. Oh, hier kan ik even mijn water vullen. Ja. Ja, oh, daar kom ik ook wel even in. Dat is prima. Ja, ja. Hier, zie je daar dat glas daar zo? Ja, ja. Ja, dan moeten we eigenlijk even omlopen. Want we kunnen hier niet op volgens mij, hè? Ofwel, zouden we dat redden? 1, 2. Voor mij, ja, parcours skills. Oh. Oké, ik wil niet mijn... Ja, ik heb het gehaald. Dan moet het kunnen. Oké, ik kom eraan. Go, Ronald. Nee, dit... Je springt te laat. Ja, je springt te laat. Ja, weet je... Oké. Zeg als ik moet springen, oké? Ja, maar je moet langs de muur lopen. Oké. Dit is zo stom. Ik doe de deur wel even open. Ja, graag. Voordat ik weer naar het ziekenhuis moet. Dames en heren, dit is Ronald. Dit is niet de bedoeling... Oh, kom maar. Hij was al open, ja. Nice. Oh ja. Het is niet per se de bedoeling dat ik dus ga opscheppen van... Oh, kijk hoe groot ik woon en zo. Mm-hmm. Ik wou hier iets laten zien waarvan ik denk dat het heel goed bij jou gaat passen. Ja. Ik ben benieuwd. Oh, ja. Oeh. Ik ga volledig roze volgens mij, of niet? Is hij nou enchanted of niet? Ja, toch? Hij is enchanted, inderdaad. Protection 1. Oh ja, nou zie ik het wel beter, inderdaad, ja. Ja, die schoenen niet. Wat heb je betaald van aan Gijs? 5.000. Echt waar? Hij zei 15.000 dat hij het heeft gekocht. Kijk, ik wilde gewoon deze schoenen hebben. Ik zat dan zo van... Ja, moet ik het doen? Ja, ik weet het niet. Die waren in seizoen 1, zeg maar. De eerste kledingseizoen waren die... 1200 of zo? Echt? Ja. Oh, nice. En er waren er 15, dus zo zeldzaam zijn ze niet. Die broek, daar zijn er maar 2 van. En die was wel iets van 25.000 of 30.000 per stuk, zeg maar. Dus ik ben opgelicht door mijn medepartner van... Het lijkt erop. Oké. We zoeken hem straks wel gewoon eventjes op, want dit slaat nergens op.
Ja, ik, is hij er? Hij is er. Okay. Waarschijnlijk is hij in zijn maskerwinkel. Ik ga iets vertellen wat ik nog niet verteld heb, ook niet voor de stream. Dus dit is allemaal nieuw. Nou, ik heb het half gehint, zeg maar. Mm-hmm, ik heb het idee dat jij een beetje verkeerde vrienden hebt momenteel. Als in Gijs loopt jou op te lichten overduidelijk. Je hebt geen zekerheid van je baan bij hem, want hij is natuurlijk dikke centen aan het verdienen in Sunnyvale. En hij neemt jou niet mee, hè? Sunnyvale? Hij heeft daar nog niet eens over gepraat met me, iets met Sunnyvale. Nou, hij schijnt aan de bankdirecteur te zijn, want ik ben er laatst op bezoek geweest. Oh my... Wat een gast. Ik vind het echt niet kunnen van hem. Ik denk dat je gewoon privé lekker met hem om moet gaan, maar vooral geen zaken meer met hem moet doen. Nee, gewoon geen zakenpartners meer, maar gewoon alleen vrienden. Ik zou dat inderdaad doen. Nou, wat ik dan vervolgens voor wil stellen, en dat moet ik even bij het begin beginnen. Kom, we gaan ondertussen even lekker bij het zwembad liggen. Dus oké, even chillen. Ja. Even, hoppakee, water drinken. Heb je al water gedronken? Ja, zeker weten. Oké, goed zo. Trouwens, ik liep net over straat. Ja. Er kwam een kerel naar me toe. Een JVD Superboy. En die begon zomaar kip naar te gooien. En die gooide met kip, maar die kip moet je niet eten. Ik snap niet waarom mensen dat doen. Als ze denken dat we zo makkelijk zijn met ons om te laten kopen. Ik dacht het even niet. Ja, je moet het niet eten. Kijk eens even lekker om je heen, Ronald. Wow. Zie je dit? Ja, het ziet echt fantastisch uit. Zie je deze prachtige, mooie stad? Ja. Heel... Hoe heet deze stad, Ronald? Mijntopia. Juist. Heb je helemaal goed. Een soort popquiz. Ik wil even kijken of je oplet. Het is heel simpel. Ik ben natuurlijk een tijdje wethouder nu. Ik ben ooit begonnen als bankdirecteur. Ja. Ik heb best al een leuk cv opgebouwd. Ik heb hier een mega gebouw. Ik heb het geld. Ik ben klaar voor de volgende stap. Oh. Oké, wat voor stap ga je maken dan? Ik ga een stap maken naar fulltime ontwikkelaar. Ik wil het F5 gebouw wil ik als een soort keten door elke stad heen laten komen. Dus elke stad moet een F5 gebouw komen. Ah, oké. En op beetje die manier als, een soort Hotel van de Valk. Inderdaad, zoiets. Hilton, ja. Dat. Nou, alleen dan zonder verhuur, maar echt met verkoop. Dat is mijn idee. Dus ook voor de mensen thuis in de stream. Als jij in welke stad je ook gaat zitten. Ik ga daar waarschijnlijk dus een F5 gebouw kopen. Maar dat kan ik niet zolang ik doe wat ik nu doe. Dus F5 zal altijd mijn vrienden blijven. Ja, dat is een beetje de old money en de old power hier van Mytopia. Waar we lekker, zoals we met onze tentakeltjes, elke stad naar ons toe proberen te trekken. Maar dan moet je niet doorvertellen dat we dat gaan doen. Oké. Het komt erop neer dat ik een poging ga doen de algemene politiek in te komen. Ja, dat klinkt leuk. Houdt in dat een lokale politiek, wethouder dus... Lars weet het nog niet eens, moet je nagaan. Dat ik dat ga opzeggen. Maar ik heb waarschijnlijk wel, aangezien we net verkozen zijn, een flinke vinger in de pap bij wie de volgende wethouder zou moeten zijn. Ja. Mijn vraag is, vind je het een prachtige stad? Ik vind het een hele mooie stad, met helemaal besneeuwd is. Zou jij niet op termijn, zeg maar, in zo'n prachtig huis als dit willen wonen? Ja, met geld op de bank, waarbij het niet eens uitmaakt dat je 5000... Want ik zou ook 5000 voor die schoenen betalen. Want wat boeit mij dat nou? Oké, ja. Ik zou dat heel graag willen zelfs. Ik zou een goed woordje voor jou kunnen doen. Ja. Bij Lars. Bij Lars. Zelf ben ik hele goede vrienden met Lars. Dus dat loopt ook al mee. Dus zodra ik zeg maar mijn baan opzeg, wat hij nog niet weet, dan... zou het al best wel snel kunnen gaan. Zeker als hij ook nog eens een keer... Als ik zeg van, joh, je moet Ronald nemen en jij kent hem zelf al. Nee. Dan hebben we dus best wel een kans. Ja, ik heb zelf samen met Las campagnes gehouden. Voor zijn verkiezingen. Dus ik denk wel dat dit goed zal lopen. Nou, chat, wat vinden jullie ervan? Ronald als wethouder? Zou dat werken dat ik ermee kap? Dat ik dus gewoon lekker gebouwen ga bouwen? Laat hem maar even achter. We gaan zo even kijken. Ronald, dat betekent wel dat je... je bent niet mijn bitch of zo. Maar nee. Als ik er niet op zeg, dan word je het ook nooit. En als ik niet mijn toezeggingen doe, of sterker nog, ik doe een negatieve toezegging, dan word je het niet. Als ik jou hierbij help, dan... Je raadt het al. Ja? Daar wil ik iets voor terug. Wat wil je terug? Wat denk je dat je terug kan geven? Want ik heb eigenlijk niks op mijn verlanglijstje, maar... Ze horen zaken wel te gaan. Voor wat hoort wat, Ronald?
Oké, om eerlijk te zijn zelf ben ik nog niet echt in de industrie geweest van dat ik zaakjes moet doen. Ik ben letterlijk iedereen zijn bitch geweest. Dus dit is ook nieuw voor mij. Nou, als je wethouder word je van alle kanten... Nee, dat doe ik dus niet. Van wethouder word jij straks al van alle kanten misbruikt. Je krijgt foutieve en valse aangiftes. Je krijgt verzoeken tot verbouwingen en vergunningen die nergens op slaan met kleine lettertjes op de 28e pagina. Oké. Waarbij zij in één keer 100.000 subsidie erbij willen krijgen en hopen dat je dat boekje ondertekent. Ja. Dat klinkt best wel interessant, om het zo maar te zeggen. Wat Kees eigenlijk deed, maar toen is hij ontslagen. Dus ik Kees was echt een druif. Zo moeten we het nooit weer hebben. We moeten eigenlijk iemand hebben, daar, op die plek, die zijn baan helemaal zelf kan uitvoeren. Mm-hmm, ja. En gewoon lekker zelf zakken vullen natuurlijk. Maar die wel een keer luistert naar een fluisterend oor van zijn goede vriend, de projectontwikkelaar. Als er ergens een lapje grond beschikbaar moet zijn, zeg maar, voor mij. Of... Dus om eerlijk te zijn, even tussen ons twee, dan moet ik je een soort van voortrekken. Nee. Nee? Oké. Jij moet openstaan tot de suggestie om mijn verhaal te horen. Ja, oké. Dat zou je bij elke bewoner moeten zijn, maar we weten ook wel dat dat niet zo is. Want je luistert natuurlijk meer naar mensen die wat te zeggen hebben en die het geld hebben en ja, weet je? Ja, klopt. Om zo maar te zeggen, jij hebt vanwege jouw status de meeste power, dus ook het meeste toezegging bij dingen. Ja, nou dat is voor mij dus een risico, want dat heb ik straks dus niet meer. Dan hebben jij en Lars de redelijke power. Het enige wat ik dan heb is een heel groot gebouw en heel veel geld. Ja. Maar met dat geld heb je nog steeds heel veel power. En daar kun je nog steeds heel veel dingen mee doen. En we hebben natuurlijk Fantastic Five, hè? Dus Dylan en ik gecombineerd hebben 1,5 miljoen. F5, Lars is natuurlijk de burgemeester. We hebben Colin is al uitgetrapt. We hebben Joris hebben we. Nee, Gijs niet. Joris is natuurlijk ook een flinke power aan het worden met zoveel plots die hij kan verkopen of niet kan verkopen aan mensen. Ja. Dus ja, dat gaat gewoon lekker. We hebben natuurlijk ook nog steeds Duffy. Dat is gewoon een lekker team op die manier. Dus ik maak me niet echt bang om die positie. Maar ik moet gewoon echt weten of ik van jou aan kan daarop. Ja. Of dat jij zoiets hebt de dag nadat je geïnaugureerd bent. Dat je zoiets hebt van, yo, later. Nee. David, wie is dat, zeg maar? Dat kunnen we niet hebben. Oké. Jij kent me. Ik ben heel loyaal. Dus als ik ja zeg, dan is het ook ja. Chat, ik ga even hun reacties kijken. Ik ben wel benieuwd. Ik flikker jou even uit de TeamSpeak. Tot zo, Ronald. Yo, is goed. Zo, hij hoort ons niet meer. Hij is oprecht uit de TeamSpeak. Doen of niet, jongens? Dat is de vraag. Vertrouwen jullie Ronald? Zouden jullie hem vertrouwen? Hij kan zo'n enorme troll zijn. Ik ben nou jullie chat aan het lezen. Als jullie iets kwijt willen, laat het achter. Ronald wel of niet vertrouwen. Hij is soms een beetje troll. En trouwens, bedankt hoor dat jullie zeggen, oh hij heeft zijn broek nog aan, maar dat weet ik. Dat komt helemaal goed. Ik onthoud het wel. Je zegt jullie allemaal doen? Heel veel mensen zeggen, Ronald moet wethouder worden. Weet je wat het is? Ik ben dan zelf geen wethouder meer, maar als ik een klein beetje wat over hem te zeggen heb. We moeten hem omkopen. We moeten hem iets geven. Wat hij aanneemt. Dan heeft hij dus een soort smeergeld gekregen. Dan kan hij ook nooit zeggen van ja, David zei dat ik wat moest doen. Dan kan ik zeggen ja, maar jij hebt daarvoor wat aangenomen. We moeten smeergeld... Oké. Oké, ik moet even Dylan hebben of zo, of Cosmo. Ik moet het even met Fantastic Five overleggen. Ik heb even gezegd dat ik er zo weer ben. Dit moet ik even bespreken, man. Want het is wel in één keer een behoorlijke positie die ik opgeef in de Fantastic Five. Oké, moet Dylan of iets dergelijks, misschien mensen die hem goed kennen, Gijs of zo. Lars zou ook al chill zijn. Even kijken, wie is er online? Rotjochie is wel online.
Ja, ja. Waar zou die zitten? Bij zijn rode gebouw? Dan heeft hij zo'n mooi gebouw. En dan is hij er niet. Damn. Oké, waar zou die zitten? Oh, die zitten zo niet veel. Kan niet missen. Gijs en Dylan waarschijnlijk samen. Oké. Dan moet ik even overleggen. En ondertussen, jullie chat zal ik ook even in de gaten houden. Ja, jullie zeggen allemaal doen, hè? Maar zeggen jullie dat niet wat te vroeg? Technisch gezien, als ik niks achter de hand heb, ik laat hem niks, geen contract tekenen. Ik geef hem geen smeergeld of zo, geen 50.000 euro, dat hij dat aangenomen heeft. Dan kan hij mij gewoon dood negeren. Kan hij me gewoon... zeggen, als ik zeg van, joh, we moeten nog even afspreken. Ja, doen we volgende week wel, volgende maand. Ja, nou, dat kan nou niet. En dan, voor je het weet, dan neemt hij de telefoon niet meer op en negeert hij je op WhatsApp en ontloopt hij je op events. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen zijn dat Ronald dat doet. Dat is een klein beetje inzet humor, sorry. Ik ga even kijken of ze in Sunnyville zitten. Want als dat zo is, dan wil ik even feedback van ja, Dil of Gijs of Lars. Ik wil even feedback hebben van mensen. Van, zouden wij het redden met hem? Want ik wil niet opscheppen natuurlijk, hè. Maar ik vind dat ik best een goede wethouder ben geweest tot nu toe. Toch? Zo slecht heb ik het niet gedaan, volgens mij. Oké. Okay. Ja. Hi. Even kijken of ze er zijn. Hey, boys. Hallo. Hallo. Stoor ik jullie? Je staat zo privé hier? Nee, helemaal niet. Nee. We waren even een klein beetje aan het praten over een soort plotje. Is er niet veel van mij, maar... Ik heb ook een mooi plotje. Ik weet er nog wel even voor jou. Op het eiland. Ja, nou, het ging meer om een soort zakenplotje. Oké, nou, dat zijn jullie zaken, jongens. Gijs. Ja? Wat kun jij mij vertellen? Oh, mooie schoenen. Dank je. Oh, mooi, hè? Oh, zo, die zijn mooi. Bij een hele mooie man gekocht. Die had echt zo'n heel mooi prijsje verkocht. Ja, one of a kind, hè? One of a kind. Wat is het deel? Nou, nee, ik zit een beetje misselijk. Komt waarschijnlijk door het gekke masker van je. Hey, ja. Gijs, even een simpele vraag. Kun jij maar wat meer vertellen over Ronald? Wat wil je van hem weten? Ik kan een heel levensverhaal gaan vertellen, maar... Meer zijn gang van zaken. Ik heb het idee dat het voornamelijk een jongen is die een beetje pech gehad heeft de afgelopen tijd. Waardoor hij een beetje achterloopt met bepaalde voortgang, zeg maar. Klopt het een beetje of niet? Lichtelijk. Ik probeer hem altijd te helpen. Laten we het zo houden. Ik probeer hem, zeg maar, hij is zeg maar, losse veters loopt hij. En ik zeg heel de tijd, strek je veters nou eens, Ronald. En dan loopt door. Nou, het komt omdat hij net een beetje boos reageerde. Toen ik het over Sunnyville had en over jou, want hij had het over jou. Over dat winkeltje, zeg maar. Mm-hmm. Ik zei van, ja, maar ik weet niet of Gijs er tijd voor heeft. Nou, die bankdirecteur is... Wat? Bankdirecteur? Dat wist ik helemaal niet. En nou, hij vertelt banknoot weer wat. Vertelt, joh, die flap erop. Hij is gewoon een beetje... Dus. Een beetje gek is die Ronald trouwens. Hoor, ik ken hem een klein beetje. Hij werkt bij jou toch, Gijs? Ja, ik heb hem netjes een klein appartementje gegeven. Omdat hij uit zijn startersplot maar, ging. Maar het is een goede jongen, dat wel. Ja, dat wel. Af en toe een beetje dat je nog wel moet zeggen van... Nou, let nou op die veters, anders struikelt hij weer. Dus je van nul fitheid en zo. Precies. Maar voor de rest gewoon een prima man. Oké, prima. Dan, Oké, mooi. Dil, heb jij nog heel even voor mij? Even privé? Ja, sure, geen probleem. Epic. Oké, hey, Gijs, doeg. We spreken later, Gijs. Oké, Dil, het zit zo. Okay. Ik heb een gesprekje met Ronald gehad net. Super aardig gozer inderdaad. Alleen het is volgens mij wel een jongen die je in kan zetten voor bepaalde dingen. Hè? Je bent zo'n type. Zo eentje van... Die vertel je wat hij moet doen en dan doet hij het. En doet hij het wel, ja. Hij moet hem ook heel simpel houden, ja. Ik heb iets radicaals bedacht. Voor de Fantastic Five. Oké, wacht heel even hoor. Er komt iemand aanlopen daar, de brug, uit de poort. Ah, joh. Kom, die heeft het over radicaal, dus... Dan gaan we gewoon een beetje hier staan. Hij heeft een rood pakje aan, dat is goed, toch? Ja, ik ken hem ook wel hoor. Werkt bij mij, maar... Goed. Het idee is om... Wat hebben we nu? We hebben twee rijke mensen, jij en Duffy. Duffy is bankdirecteur. Jij bent gewoon, ja, mannetje van alles.
We hebben dan een burgemeester, een wethouder en een makelaar. Ja. Wat missen wij nog? Iemand... Och, ben ik goed nou. Je zat op de goede track voor mij. Een politieagent? Iets in de andere variant van de trias politica. Inderdaad, we missen rechterlijke orde, politie, dat soort dingen. Nou, ik... Ja, jij bent vriendjes met Willem, maar ik weet niet. Ik vind die man maar een beetje wazig altijd. Een beetje verstrooid. Mm-hmm. En daar maak ik heel erg gebruik van. Ik kan het je best vertellen. Willem heeft bij mij een hele grote lening had hij lopen. Dus okay. Hij staat heel zwaar bij mij in het krijt. Ja. Zonder mij was hij nu nog steeds een beetje gebouwtjes aan het neerzetten in plaats van dat hij de rechter was. Dus mijn punt is, ik weet dat burgemeester Lars natuurlijk net opnieuw zijn verkiezing gewonnen heeft. Dat is mooi. Ik word dan automatisch doorgezet als wethouder. Maar eigenlijk ben ik alleen maar wethouder geworden, net als bankdirecteur ooit, om het op mijn cv te kunnen zetten om straks wel de algemene politiek in te kunnen. Ah ja. Het zou dus betekenen dat Lars, we houden onze positie in de politiek in Mindtopia, die blijft burgemeester. Maar dan nog heb ik liever niet een grey groepje als wethouder of zo. Want ik weet dat die windowcleaner er ook op zit te azen. Kunnen wij Ronald niet nomineren? Iemand die redelijk makkelijk om te praten is. Die kunnen we gewoon zeggen van, hey, dit en dit. Ik kan hem zelfs ook even omkopen voor iets. Ik geef hem gewoon iets. Zo van, dan heeft hij een soort betaling gehad. Dan moet hij wel. En kan hij ook nooit mee naar de rechter stappen, want hij heeft dan smeergeld aangenomen. Is dat niet iemand die wij gewoon beter bij de gemeente kunnen hebben, dat ik verder kan denken voor F5? Ik denk dat het een goede is. Jij gaat dan, we hebben het ook sowieso gaan, denk ik, dan voor het grote politiek, hè? Ik ben wel van plan om senator te worden, minister-president of weet ik veel wat, ja. Ja, nou ja, Ronald is wel een makkelijk persoon. Het is inderdaad zoals hij zegt, iemand nodig die even een aai over de bol nodig heeft. En dan doet hij wel heel veel voor je. Ja. Ja, je kan nog, ja, weet je, misschien dat ik zelf wethouder had kunnen worden, maar... Aan de andere kant limiteert je dat wel, want één keer over de scheef en je bent je baan kwijt, hè? Nou kun je geen baan kwijtraken. Daarom, ik denk dat we gewoon Ronald kunnen wel gebruiken ervoor, voor dit soort dingen. Letterlijk gebruiken. Oké, ik heb een goed plan. Ik heb het helemaal uitgewerkt. Komt helemaal goed. Lars heb ik niet gezien, dus die kan ik het nou niet meer overleggen. Als ik Duf zie, zie ik het nog. Maar als jij het ziet, mag je het ook even vertellen. Dit is dan ons actieplan, ja? Ja, helemaal goed. Epic. Goed, hey, ik spreek je later. Yo, mazzel. Yo. Oké. Goed gedaan. Goed geregeld. Ik ga dan zometeen weer eventjes op zoek naar Ronald. Ik hoop dat hij nog ergens bij mijn gebouw in de buurt staat. We moeten hem dus eigenlijk... voor wethouder klaarstomen, een beetje uitleg geven van, joh, hè, wat moet je dan doen en naar wie moet je dan luisteren? Dat soort dingen. Kijken of hij een beetje hapt. Hopen dat hij niet te veel een pitbull wordt, dat hij het allemaal gaat snappen wat we aan het doen zijn. En we moeten hem nog kunnen omkopen. Maar met wat? Een roze broek die hij al aan heeft? Geld? We kunnen hem een compleet huis aanbieden. In het Fantastic 5 gebouw. Namelijk mijn eigen. Mijn oude huis aan Ronald geven. Laat maar even achter in de chat. Dit wil ik net met Dylan overleggen. Dit moet ik even met jullie overleggen. De kijkers. Bepaal maar even mee. Wat zou jij doen? Zou je hem helemaal niks geven? En hopen dat hij zich aan zijn woord houdt? Of zou je het ietsje slimmer spelen? Iets inleveren? Waardoor het je wel wat kost. Maar... ja, ik weet niet. Laat maar weten. Ik ben heel benieuwd wat jullie hiermee zouden doen, eerlijk gezegd. Zo, ze wordt echt hoog, joh. Daar zit mijn zwembad ergens. Damn! Nou, het wordt hoog. Het is hoog, want het gebouw is af. Het gebouw is 7 verdiepingen hoog en dit is hem. Of 8. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoog. Klopt dat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja! Het Fantastic 5 gebouw is 9 hoog. Zonder vergunning. Gewoon gedaan. Ik ben wethouder. Wie houdt me tegen? En dat heb ik straks niet meer natuurlijk. Shit! Oh, dan moet ik me aan alle regels gaan houden. Ronald te vriend houden. Dat is gewoon echt de truc. We moeten gewoon Ronnie te vriend houden. Maar waar is die man? Nou, ik ga ondertussen wel even lekker verder met verhuizen. Ik vind er al wat vanzelf wel, denk ik. Oh, daar is hij. Hij is gewoon nog wel andere verdieping. Kijk, dwars door het beton heen.
Even kijken, hier zo toch. Ja. Hey, Roddy! Yo! Yo! Wat ben je aan het doen? Ik ben een beetje een waaghals aan het een beetje levensmoe? Nee, ik ben niet levensmoe. Ik ben, kijk, om het zo maar te zeggen, ik ben een hele grote fan van Jackass. Dus ik dacht van, laat ik echt maar wat uitproberen. Jij dacht zoiets van lekker springen. Ik ben van de YOLO. Goddammit, yes. Ronald. Hey, ik heb het even besproken met mijn partners in crime, zeg maar. Yes. Dus de Fantastic Five. Die leek het allemaal wel een leuk idee. Mm-hmm. Die zeiden van, waarom zouden we dat inderdaad niet gewoon aan zo'n goede jongen als Ronald moeten doen? Die kan het al met Lars opschieten. Het is een natuurlijk combo, om het zo maar te zeggen. Jullie zouden bij wijze van spreken makkelijk met z'n tweeën naar New York gaan. Ja. Zoiets zou gewoon mogen kunnen zijn. En ik denk dat dat gewoon een fijne samenwerking kan zijn. Ik bedoel, als jij ergens wifi aan het opzoeken bent, kan ik me niet voorstellen dat iemand al weg zou lopen van de problemen. Snap je? Dat verhaal, dat klopt eigenlijk helemaal niet, hè? Daar hebben we het een andere keer over. Ja, Lars heeft zijn eigen versie inderdaad. De burgemeester heeft tegen gelogen. Ja. Nou, Dylan is het er dus mee eens. We moeten eigenlijk alleen Lars nog even inschakelen. Die zal ik ook formeel... Kom lekker hier staan. Hier glijdt tenminste niet uit. Die zal ik formeel nog op de hoogte brengen van alles. Ja. Ja. Dus dan komt het helemaal goed. Ik wou alleen nog een extra gesture doen. Voornamelijk... Ja. Vanwege mijn toch wel zware eis. Want het enige wat je krijgt is een baantje wat ik niet meer wil. Ja, dus dan is het een beetje veel gevraagd om dan te zeggen van... Hey, je moet wel een keer een vergunningje van mij uitschrijven die je eigenlijk niet uit mag schrijven of wil schrijven. Ja. Dat is best wel veel gevraagd. Ik zat te denken, die broek die je nou aan hebt, die is two of a kind. Ik heb de andere heb ik ook liggen. Ik heb ze allebei gekocht. Ja. Die was 30.000. Die zou nou boven de 50 zitten. Wat nou als je die lekker houdt? Ja. Oh, nee, niet. Nou, geen wat nee, dan. Nee, maar... Oh, ik hoor zo... Ja, ik was meer zo van, en nu? Nou, gewoon als gift, zeg maar. Dat ik er in ieder geval iets terug doe. Anders heb ik het idee dat ik een beetje misbruik van jou aan het maken ben. En zo bedoel ik het niet. Tot nu toe, kijk naar dit gebouw. Dit is mijn enigste project wat van mezelf is. De rest heb ik alleen maar voor anderen gedaan vanuit de gemeente. Ik ben dus niet een zelfzuchtig iemand. Ja. Het enige wat ik wil, dat als... stel je voor, het plotje hiernaast van Lars. Ja, ja. Dat gaat hij erbij verkopen. En ik moet snel een vergunning hebben voor net zoveel verdiepingen als deze. Ja. Dat moet dan wel direct geregeld kunnen worden. Om dat soort stomme kleine dingen heb ik het over. Niet vervelende dingen van... Je moet me 100.000 subsidie lenen, wat anders... Nee, dat zou ik niet doen. Ja, oké. Okay. Dus broek mag je houden, dan is echt een uniek item. En het past bij je varkenshoofd. Dat kwam er wat minder netter uit als ik wou zeggen. Het is een Pokémon. Maar oké, hier, dit is beter. Slowpoke. Ik zie het. Ja, Slowpoke. Ik moest even nadenken. En ik zat te denken... Jij woont nu bij Gijs. Ja, ja. Dat klopt. Wat vind je van het appartement? Zijn appartement... Oké, zijn appartement moest je zien als goodwill. Niet echt al zo van, hier, ik wil dat je hier woont. Meer zo van, dit heb ik voor je over. Gewoon meer een vriendschappelijke gift. Ja, want ik sprak hem wel. Niet. Ik sprak hem net wel, maar hij sprak over je als dat je een beetje getikt bent. En, ik ben niet getikt. En hij had al lang verteld over de bank. En dat zal Ronald wel weer vergeten zijn. En of misschien liegt Ronald wel, zei hij. Dat zei hij net. Hè? Ik heb net met Sunnyville gesproken. Oké, maar dat klopt niet. Hij heeft nooit denken tegen mij gemeld. Nou, ik weet alleen dat hij mij ooit weer mijn 20.000 euro heeft teruggegeven. Wat best wel netjes was. Verder niks. Oké, nou, wat het in feite is, dat is zijn eigen groepje daar, Sunnyville. Ik wil daar niet heel veel mee te maken hebben. Ik heb er één plotje gekocht en dat is het ook wel. Ik raad dan aan, zeg maar, als je bij de gemeente komt te werken, dat jij gewoon niet te veel met Blue Street omgaat en met Sunnyville. Hou gewoon bij je nieuwe vrienden de Fantastic Five en de gemeente. Oké, ja. Deal. En wat ik dan dus aan wil bieden, behalve die prachtige broek, is dat jij dit appartement van mij cadeau krijgt. Oké. 120.000 euro. Je mag hem zelfs verkopen als je wil. Oké, zit geen lening achter. Nee. Niet dat ik maandelijks een budget moet... Oké. We gaan niet eens met contract werken. De sleutels worden vervangen. Het staat in het kadaster dat het van jou is. Ik neem er volledig afstand van. Oké, dus waarom wil jij geen contract bijvoorbeeld, als ik het vragen mag? Want dan heb je wel zekerheid. Nee, want juist contracten, die zijn om mensen te naaien. Oké, laten we het zo doen. Als ik deze nu aan jou geef. Ja. Word je daar een contract voor? Nee, dat nee. Het is nu jouw appel, toch? Ja, dat klopt. Maar, waarom is het jouw appel nu?
Omdat ik hem heb gevonden. Omdat die in je hand zit, toch? Ja. Yes. En heb ik een aankoopbewijs van deze specifieke appel? Nee. Daarom, dus hij is van jou. Als wij hier de sloten vervangen en we gaan in het kadaster bij de gemeente jouw naam aanpassen, waar jij uiteindelijk zelfs komt te werken, dus je kan zelf nog checken ook of het allemaal goed gedaan is, dan is het toch gewoon jouw huis? Ja, maar wat voor mij ook het belangrijkste is, buiten hun huis, is gewoon mijn inkomen. Ik heb al dat schiet omhoog straks. Ik schiet om naar beneden als ik mijn wethoudersfunctie opgeef. Want dan ben ik afhankelijk van hoeveel winst ik maak. Maar jouw levels die gaan rap als jij een wethouder bent, hoor. Dat is tenzij je zo'n schijnwethouder bent die eigenlijk geen baantjes krijgt van de burgemeester. Zoals Kees, die kreeg op een gegeven moment helemaal niks meer. Nee, dat komt wel goed. In verband Lars en ik wel gewoon goede vrienden zijn. Is heel belangrijk. Weet je wat, ik ga het gewoon voor jou even op papier zetten. Wil je dat? Wil je dat graag? Wil je dat ik het op papier zet? Ja, chum. Wow, ik open een of ander boek, ik weet niet wat erin stond, maar... 1A is dit, voor alle duidelijkheid. Ziet er goed uit. Ik heb een mooi uitzicht op een hele mooie villa volgens mij van Cosmo. Ziet er wel leuk uit. Leuk. Ik ga het even uittypen, ja? Oké, chum. Wat een grote bed heb je trouwens. Ik ben een matje gewend. I like it. Wat? Dat je een grote nou, die, bed hebt. Die blijft staan, hè, voor alle duidelijkheid. Alles wat omringd is door kwarts blijft staan. Dus ook het bad en de douche. Is er een bad en een douche? Even kijken, hoor. Naast het bed. Ah, I like it. Oké. 1A. Wow. Ik zet een tweede pagina erop, even dat je het weet. Oké. Dus moet je, als je hem zo meteen leest, dat je dat niet verbaasd bent of zo. Ik ben benieuwd. Ik zal hem goed opbergen dan. Dat ik hem niet kwijtraak. Ah, de heer, dus David. Ik moet het wel even goed doen. Zo, oké. Getekend. Dus David. Wat is het vandaag voor datum? Het is vandaag de 16e. 16 december 2015. En daar kom ik weer. Hij gaat een beetje glijden, het boekje, hoor. Yeah. Oh, yes. Lees hem even door. Oké. Ik lees hem even. Yes. Lees hem maar op. Okay. Kunnen we hem allemaal mee luisteren. Wanneer Just Ronald wethouder geworden is in de vierde termijn van 2015, ontvangt hij appartement 1A in het F5-gebouw van Dus David. Deze overdracht is permanent. Eigendomsrechten liggen bij een nieuwe eigenaar. De grondrechten blijven bij de eigenaar van het plot, de heer Dus David. Wat het dus inhoudt, ik zal even kort uitleggen. Dat betekent dat jij zeg maar niet op basis van dat je dit huisje wil verkopen of slopen, het hele gebouw mag laten slopen. Snap je? Ja. Ik blijf eigenaar van alles hieronder. Oké. Maar ik wil met één ding wel eventjes goed duidelijk zijn. Ik ben wel een persoon die strikt is en ook serieus qua banen. Gijs noemde mij getikt of wat dan ook, maar dat komt omdat ik soms een wagen haal. Maar ik ben wel van het serieus zijn. Dat hoop ik maar, want wij hebben serieuze plannen voor Mindtopia, voor elk stadje trouwens. Ja. Wij zijn van plan om een soort mega-conglomeraat te bouwen. Ik dus met mijn hotels. Dylan die wil de hele voedselmarkt gaan beheersen en overnemen en weet ik wat allemaal. Ja. Als dat lukt, dan hebben we van alle gemeentes de steun nodig om volledige vrijheid te krijgen. Want het zou natuurlijk klote zijn dat we geen uitbreiding van een F5-gebouw hier in Mindtopia mogen hebben vanwege reden X, weet je wel. Ja. Je moet nadenken wat is goed voor je gemeente. Wat is goed voor de inwoners van je gemeente. Dat betekent ook moeilijke dingen. Dat betekent dat mensen die hier maanden rondlopen en alleen maar schulden hebben, moet lekker naar een andere gemeente sturen waar de eisen wat minder hoog zijn. Nieuwe mensen met geld, die straks van een Rolandia afkomen of zo, die een ton neer kunnen leggen, direct binnenhalen, gelijk op gesprek halen. Snap je? Ja. Hard werk, serieuze mensen. Ik sta er helemaal akkoord. High five.
Oké. Gefeliciteerd met je prachtige nieuwe huisje. Ik ga nog even de kisten leeghalen, want er zit nog wel een aantal spulletjes van mij in. Dat gaat me waarschijnlijk 2 of 3 routes lopen kosten. Maar uiteindelijk kom ik er wel. Ik laat de Ik zou graag dit broodje ook willen hebben, als dat mag. Nee, dat is de enigste die ik meeneem. Oké. Dan regel ik zelf wel. Je mag hem overkopen van me. Nee, ik regel wel wat anders. Oké. Wat meegaat is het bureau en het gouden tapijt hier. De lamp blijft hangen. De douche blijft zitten. Het bad, bed. Kisten mag je ook blijven houden, prima. En deze rij, ik weet niet, wil je hetzelfde doen of niet? Het ziet er leuk uit. Kan ik kiezen welke uniform ik die dag aan wil hebben. Oké, dan laat het lekker zo. Ik dacht, anders neem ik het mee, maar ik heb er niet echt een behoefte aan. Dus ik zou zeggen, gefeliciteerd met je nieuwe huisje, man. Ik ga hem even boeken. En het is nog niet van jou, pas als je wethouder bent natuurlijk. Dus toedeledokie maar weer. Wanneer ben ik wethouder? Nou, zodra we Lars gesproken hebben en je officieel ingeëdigd bent. En nadat ik natuurlijk mijn baan opgezegd heb. Ja, oké. Dan dus het contract, voor alle duidelijkheid, is nu nog niks waard totdat je wethouder bent. Is goed. Dan ga ik nu lekker snoezen in bed. Ja, ik ben moe, oké. Ik heb een zware nacht gehad. Welk bed? Het bed. Het is je appartement nog niet, want je bent er nog geen wethouder. Mag ik er alsjeblieft even inslapen? Ik laat de deur wel lopen. Ik vind dat wel prima. Oké, super. Thanks. Nou, die Ronald. Ik dacht even dat hij bedoelde dat hij het allemaal niet snapte. En dat hij dacht dat het huis nu al van hem was. Goed, een huis van meer dan 1 ton. Een super zeldzame broek. Ik denk dat we hem redelijk in de pocket hebben, eerlijk gezegd. Betekent dat ik nu eindelijk kan gaan nadenken. Want ik wil eigenlijk wel in de gemeenteraden komen van een aantal steden. Minister-president. Minister van Financiën. Van Verkeer. Gaan we allemaal hebben. En dat zit allemaal in Cosmopolitan. Als je goed opgelet hebt in vorige video's. En dat is wel heel erg leuk. Ik heb net getweet, een paar minuten geleden. De invite gaat eruit. Dat is voor alle duidelijkheid. Helemaal aan het begin van de stream zat bovenin het gebouw daar. Zat onder het zwembad. Zit een ruimte. En zo klein is die ruimte eigenlijk helemaal niet. Het valt best wel mee. Het is best groot. Dat krijgt de invite erbij. Dus een invite voor Mindtopia. Ik zou heel graag willen dat jullie zometeen... en dat weet je wat we gaan doen. Ik ga gewoon weer een selfie maken. Wat kan mij nou schelen? Daarvoor zetten we eventjes de webcam uit. Die webcam is er zometeen weer. En dan gaan we even de prachtige sneeuw hier gaan we filmen. En mooie sneeuwselfie. Het sneeuwt! Print screen. Helemaal gefixt. Oké, die gaan we even slepen. Oh, de webcam kan er weer bij. Zo, ik ben even in Microsoft Paint. Laat me, ja. Ben ik even een plaatje aan het maken, ja. En klaar. Als je die selfie zo meteen retweet, dus is een Twitter-only invite. We doen straks alweer via de comments en dergelijke. Aan de andere kant, als je geen Twitter hebt en ook geen Skype en geen Teamspeak. Good luck in Mytopia. Selfie. Oké, die gaan we even tweeten. Ja, ik wil graag in Mytopia. Het lijkt me leuk om met iedereen zaken te doen, maar ik heb geen microfoon. Kie. Ik heb echt al de meest gekke dingen gehoord. Waar is dit nou de... MT Selfie heb ik hem toch genoemd? Oh, hier. Oké. Retweet voor invite op Mytopia. Gedaan, dames en heren. We zijn met 2.500, bijna 3.000 mensen aan het kijken. Dus ik zou zeggen, doe maar eens even je best. Ga maar eens even retweeten tussen de tweetende mensen. Beetje afhankelijk van hoeveel retweets het zijn. En reacties mag ook, want als je een reactie achterlaat is het nog makkelijker te zien. Ga ik dan een invite uitkiezen. Als het heel veel is, doe ik er 2. Oké? Afgesproken. Ik moet het bouwbedrijf... Hey, bouwbedrijf! Als je het over de duivel hebt. Ja, vrij. Zit die man. Hier zit die man. Hi, Jeffrey. Jeffrey! Ben je AFK? Nope. Hallo.
Had je het weer niet door? Maakt niet uit. Hey, ik heb een prachtige, mooie, trouwens respect voor de bouwskills. Een hele mooie verdieping erbij gekregen. Eigenlijk zo'n anderhalf verdieping. Ik wou graag even afrekenen daarmee. Maar ik wou je er graag op wijzen dat een collega van jou, voor mij was je daarbij, korting heeft gekregen. Of was jij dat die korting had gekregen? Nee, dat waren wij met z'n tweeën, omdat wij dat appartement hadden gekocht. Die twee grote bij jou, plus dat daar daarboven. En als ik me goed herinner, was het 50 of 60.000? 60.000, was dat goed. Was de korting. Nou, ik ben het mee eens. Ik vind het prima. Dus als u het rekeningetje even op kan maken, dan zou ik heel graag willen betalen als het mag. Dat is even... Ik had hem van tevoren al gemaakt. Oh, oké, super. Dat is even wennen, hè? Iemand die graag wil betalen. Ja, dat is... Mensen willen dat niet. Ik wel. Ik ben net een Lannister. Ik betaal altijd mijn debts. Oh, ik heb hem. Dank je. Oké, het is veel, maar... Het moet maar even. Dat zijn hoeveel? 30? Nee. Hoeveel blokken zijn dat? Even denken hoor. Ik ben zelf geen held in rekenen, dus dat is kut. Oh nee, nee, dat is minder joh. Oh jezus. Het is... Oh, dit zijn veel blokken, gek! 240. Dat zijn er... 60. Ja. Dat zijn 60 Diabloks. Nou ja, het zou 60 zijn als het 3 ton was. Maar het is nu 42. Oh ja. Dus 50 min 2. Dat is 48. Ja, dat wel, ja. Houtje, ik dacht dat het nog steeds op 300.000 kwam, maar dan vergeet ik natuurlijk die korting erachter te halen. Meneer bij het belbedrijf, probeert u mij soms op te lichten? Nee, laten we dat maar niet doen. Ik ben jullie beste klant, hè, volgens mij. Ondertussen wel, ja, met al die verdiepingen elke keer erbij. Dat bedoel ik. Het is nou wel klaar. Misschien dat ik ooit een soort tuintje op het dak nog wel heb of zo. Met een beetje gras en een boompje of zo. Maar dat zien we dan wel weer. Dat was de betaling. Dus thanks. Ik ga deze bij mijn rekening sluiten. En dan komen we dan wel goed. Yes, is goed. Bouwen jullie ook in Sunnyvale? Of moet ik daarvoor bij die andere dude zijn? Want die heeft het zo vaak... Die heeft zo druk altijd. Ja, daarvoor moet je echt bij de anderen zijn. Hier in Mindtopia, wij mogen zeg maar niet, ons bouwbedrijf in Mindtopia mag zich niet bemoeien met... Ja. Dan houden we het op. Nou, bedankt in ieder geval en het komt helemaal goed. Yes, hey, oké. Had jij ook niet een bijbaantje bij de IKEA, want ik moet straks ook eigenlijk nog meubels halen. Vallig wel. Ja. Zie ik je straks misschien nog even. Ja, is goed. Ciao. Yo, ciao. Zo. Toen hadden we nog maar 500.000 over. Het gaat veel te snel. Ja, ik moet even al mijn spulletjes overzetten. Oké. Hey, we zitten op een uur gestreamd. Dat is vet. Dat betekent dat het tijd is als ik zo meteen in mijn huisje ben voor een korte Q&A. Ga even een leuke vraag beantwoorden, want er zijn waarschijnlijk heel veel vragen. Over de public versie van Mindtopia bijvoorbeeld. Hoe kun je erin? Wat gaat het kosten? Ja, dat kan ik nog niet antwoord op geven, dat weet ik zelf nog niet. Maar wordt allemaal nog uitgerekend. Maar misschien dat er heel andere vragen zijn over specifieke gebieden. Of we de plugin gaan aanpassen. Of ik aan Serious Request mee ga doen. Of Jeffrey alle vriendinnen heeft. Dat soort dingen, weet je wel. Zit hij nog op Teamspeak? Dat zou wel heel grappig zijn. Hij zit er nog op. Goed, dus gewoon kom even lekker met de vragen. En dan ga ik ze proberen te beantwoorden. Q&A met DDG. Nou, DDC. Oh, dat ruimt ook trouwens. Maakt niet uit wat ik zeg. Beide ruimt. De etensbak, die doen we op de tweede. De eerste is dan kleding. Zo, hop hop. Dit is technisch gezien ook eten. Still counts. Dan doen we de bovenste zijn archiefboeken. En dan dit is dan gewone boeken. Right? Hey, wat moet ik aan al die bottles? Wie heeft mijn bottles gegooid? Anyway, Q&A tijd, dacht ik ook. Het is niet zo te lang, want we gaan zo meteen verder. En dan gaan we in het volgende uur even kijken of en hoeveel invites we gaan doen. Want ik weet dat heel veel mensen zoiets hebben van, ja maar Tava, dit is onze laatste kans. Stop met dat stomme gelul, we willen alleen maar invites. Doe een livestream van 2 uur lang met alleen maar invites. En dat kan niet. Hoe gaat Maling eruit zien? Wat is? Ken ik niet. Ik weet niet hoe duur een Mindtopia rank gaat worden. Het is ook geen Mindtopia rank. Het is een bepaalde rank op DDG. En ik weet niet of dat de instap rank is of een tweede of een derde. Of dat er een aparte voor gekomen.
Weet ik allemaal niet. Wil je Vincent inviten van TDT? Nou, dat is een leuk verhaal. Ik heb wel Jitse uitgenodigd, die komt een keer kijken. Maar Vincent heeft, net als praktisch elke YouTuber, een invite gekregen waar er nooit op... Pardon. Nooit op gereageerd. Dus ik heb sowieso weinig contact met hem. Ik heb wel een afspraak met hem om na de kerst even weer te chillen. Maar Vincent, die zou ik wel willen inviten. Maar ik denk dat jij hem onder moet spammen, als je het heel graag wil. Want ik ga het niet iets twee keer vragen. Hij heeft het zeker gelezen, 100%. Hoe ziet Cosmopolitan eruit? Komt een video over, maar het is voornamelijk hele hoge gebouwen. Hoe groot wordt Cosmopolitan? Ongeveer zo groot als Mindtopia, maar dan ziet het er veel groter uit. Vanwege de hoge gebouwen. Een vraag, hoe moet je betalen? Voor mij kan het via PayPal, creditcard, zelfs van die PaySafeCards volgens mij. Weet ik niet. Het is niet mijn ding. Dat is, weet ik niet. Hoe kan je naar bijvoorbeeld blauw? Hoe level je up? Goeie vraag, gamertje Tom. Dat heeft inderdaad met je level te maken, met je uren online, met het geld wat je hebt. Het verschilt per gemeente. Elke gemeente zal een beetje een soort toelatingsproces hebben. Bij de ene is dat misschien letterlijk gewoon een fee wat je moet betalen van... Hey, betaal me 10.000 euro en je mag hier inschrijven. Het zou kunnen. Bij de andere kan het zijn, wij willen alleen mensen van level 5 en hoger. Andere mensen zeggen, ja, wij willen dat mensen minimaal level 2 zijn en minimaal 12 uur op de server gespeeld hebben. Om maar eens wat te zeggen. Andere mensen zeggen, wij nemen alleen mensen aan die al een baan hebben. In onze stad. Hoe moet je dat in godsnaam doen? Ja, lastig. Daarom sommige steden makkelijker, moeilijker binnen te komen. Weet ik nog niet. Ik ben natuurlijk maar momenteel wethouder van één gemeente. Ik weet niet wat al die andere jongens gaan doen. Heb jij een vriendin? Nou, familie van Knijf. Ik ben zelfs verloofd. Als in, dat betekent dat je binnenkort gaat trouwen. Ik wil een spion worden. Ik heb besloten niet meer met spionnen te werken, want het werkt totaal niet. Heeft Jeffrey al een vriendinnetje? Heeft Jeffrey een lover? Ja, dat weet ik niet. Ik heb geen flauw idee. Ik zat hem vragen volgende keer. Hoe ziet Malibu eruit? Mooi! Gewoon één groot, dik, vet paradijs. Komen de paarden in Mindtopia? Waarschijnlijk niet. Niet zo snel, want misschien op één van de mappen. Punt is... In Wasteland is het vanwege PvP te OP om dat te doen. In bijna geen enkele stad is het logisch om met je paard door een winkelstraat heen te rennen. En mensen gaan dat doen. We willen het zoveel mogelijk realistisch houden. Ik had het begin van deze stream ook een gozer die ik nog... Letterlijk, sorry voor jou, maar ik had je nog nooit online gezien. Je weet dat ik aan het streamen ben, ongetwijfeld. Je loopt op af en gooit 3 kip naar me. Ik hoop oprecht dat zulke mensen straks van de public server niet naar Mindtopia komen. Ik hoop dat ze het gewoon niet halen. Want ik weet zeker dat jullie ook zo'n cringe moment hadden. Zo... Doe dat nou niet, weet je wel. Dat idee hadden jullie ook. Hij had er waarschijnlijk hele goede bedoelingen voor. Dus paarden, zelfde verhaal. Ga ik heel veel cringen van, oh god. Staan ze met een paard op een dak. Oh, leuk. Maar dat is niet wat te zoeken. Volgende vraag. Hebben we nog meer vragen? Wanneer ga je trouwen? Ja, dat weet ik ook niet. We hebben nog geen datum. Welke kleur onderbroek heb je aan? Rood. Met zwart. Er zijn nu 140 mensen of zo. Als je dood bent, ga je dan echt dood. Als je dood bent, hou je je kleren aan. Maar je inventory dropt op de plek neer. Dus als jij 20.000 euro en een belangrijk contract op zak hebt en je valt dood of je wordt neergeschoten, dan ben je dat kwijt. Ja. Wel krijg je een melding van wie jou vermoord heeft. Dus het is nooit sneaky, zeg maar. Dus mensen vermoorden wordt echt een issue. Ik denk dat er heel veel mensen, zodra ze een wapen hebben, gelijk gaan proberen te killen. Oh, ik heb PvP! Blah. En dan worden ze vervolgens 8 weken lang in de cel gegooid. Kunnen ze 8 weken niet spelen, behalve in een 4x4 huisje. En boos dat ze zijn. Maar dit mocht toch? Alles mag, maar alles heeft ook gevolgen. En dat is waar ik oprecht het meeste bang voor ben, dat mensen niet gaan snappen. Dat soort, hoe dat werkt, zeg maar. Nee, spelers kunnen geen commentbox gebruiken. Wat denk je zelf? Oh god.
Tuurlijk! En dan mag je voor jezelf alles inspannen wat je wil. Jongens. Hoe ziet het startgebied eruit? Mooi. Een soort van lobby, maar dan met straatjes. Hoeveel vriendinnen heb je gehad? 5? Denk ik. Zijn er al advocaten? Ja, maar nog niet echt mensen die echt advocaat zijn. Als in die... die er wat van kunnen. Ik denk dat als er mensen met veel wapens zijn in een stadje, goede vraag. Wat moet je doen als je constant op straat doodgeschoten wordt? In principe jij niet. De politie en de gemeente moeten daar wat aan doen. Want als er overal constant mensen in een normale stad neergeschoten worden, dan is de criminaliteit heel erg hoog daar. En betekent dus dat waarschijnlijk weinig mensen naar de stad toekomen. Dat betekent dat de stad weinig winst gaat maken, want er worden geen plots verkocht, er wordt geen eten gekocht, geen auto's. Ja, dan is de stad ten doeme opgeschreven. Dus zij moeten de criminaliteit aanpakken. Wat ik je aan kan raden, als jij weet dat je in een buurtje woont waar 5 mensen een pistool hebben en 3 een mes, zou ik bescherming aanpakken. Dan kun je altijd wegrennen. Ren gewoon naar het politiebureau of de drukke stad in. Daar zullen mensen waarschijnlijk wel stoppen, want te veel bewijs. Die gear kun je kopen. Gewoon beschermende kleding in plaats van alleen maar gekleurde kleding. Waarom wordt de server niet gratis? Nu zijn we al met 14 man bezig om het leuk te houden. En het is een whitelist only. Alleen het feit dat jij dat al vraagt, betekent waarschijnlijk dat jij niet in kan schatten hoeveel werk zo'n server is. Ik wil mijn mods af en toe ook een keer wat kunnen geven. Stel je voor dat er 2000 man dit willen spelen tegelijk. Heb je enig idee hoeveel het kost per maand? Nou, momenteel draait de DDG-server met 800 man ongeveer op een piektijd. En onze kosten zijn bijna dubbele in euro's. Sorry. Heel duur dus. Daar komt het op neer. Ik moest er even vanzelf om lachen. Dat mensen het gewoon echt niet doorhebben. Wil je Enzo Knol inviten? Zelfde verhaal als Vincent. Ik heb een bericht gestuurd, maar van Enzo heb ik ook niks teruggehoord. Dus ik denk dat ze niet willen. Hoe duur wordt de rank? Weet ik niet. Lekker afwachten, dan ga je dan bekijken of je het wel of niet kan betalen, of je het wil betalen. En dan kijk je lekker dan verder. Goed, dat was de korte Q&A. Ik ga even kijken of Reveder er is, want ik heb eigenlijk wel zin. Ik zal hem even terugzetten op Minecraft. Ik heb eigenlijk wel zin in een Red Pool, want die had ze als goed is gehaald. En zo niet, dan is het super klote. Janna, pas je even op het fort. Jullie mogen lekker naar Janna kijken. Hier, ik zet er helemaal op. Ik zet daar op fullscreen. Ik zou zeggen, jongens, niet zo lang. Ik zeg een minuutje of zo. Dan ben ik er ongeveer weer. Oké? Oké. Ik zet de muziek wat harder. Een minuutje, misschien 2. Change of plans, boys. Ja, hey, dat is mijn onderbroek. Blijf van mijn onderbroek af, geef. Oké. Jullie hebben waarschijnlijk zoiets van, what the fuck. Reveper is heel eventjes aan het ronddurpen. Gaat waarschijnlijk even vragen beantwoorden. Want ik moet toch even pissen. Oké. Okay. Hallo. Random opeens hier zo met jullie zitten. Ja. Muziek zachter? Oké, de muziek wordt. Nu, muziek moet zachter. Is er... Nee.
Nee, ik ga even kijken waar die staat. Ja. Deze. Vegas. Oh, sorry hoor. Daar links. Niet. Min 35 of zo, totdat jij het prettig vindt. Oké. Okay. Dit vind ik prettig. Waar is de chat? Eens even kijken. Hier is de chat. Oké. Okay. Hallo iedereen. Hoe is het met jullie? Als jullie nog vragen hebben voor mij, ik ben er toch heel eventjes, want David moest even heel erg nodig naar de wc en wou even wat drinken pakken. Dus ik dacht, ik ga gewoon even die 15 minuutjes dat hij weg is, ga ik eventjes gezellig met jullie praten en doen. Dus ik denk dat ik gewoon lekker een Q&A'tje ga doen, want ik ben niet zo van de Minecraft ronddurpen hier zo op David's account. Jada, sst. Sst, stil. Dus ja, ik denk dat ik gewoon lekker met jullie eventjes een Q&A'tje ga doen ondertussen. Dus laat maar weten wat jullie vragen en zo zijn. Gefeliciteerd met de verloving, dankjewel. Hoe gaat het? Het gaat eigenlijk best goed met mij. Hoe gaat het met jullie? Ah, super lief. Allemaal felicitaties nog en zo. Rook je nog, Rafé? Ik rook nog, ja. Hoe oud ben je? Ik ben 21. Even kijken. Oh, jullie gaan zo snel. Roken jullie? Ik rook dus. Hoe oud ben je? Had ik net gezegd. Oh, de vragen gaan het snel. Oké, ik ga hem even ergens stopzetten zodat ik een aantal vragen kan lezen gewoon. Hoe voelde je toen David je verloofde? De zinnen klopt niet helemaal, maar ik denk dat je bedoelt hoe voelt het was om de verloofd te zijn van David. En dat voelt awesome. Heb je een piercing? Ik heb een navelpiercing. Dus ja. Even kijken, wat hebben we nog meer? Leuk dat je er bent. Ik hoop het. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Wil je nog kinderen? Uiteindelijk wel. Nu nog niet. Nee, even kijken. Heb je al een jurk uitgekozen? Nee, nog niet. Ik moet er echt de tijd voor nemen. En uiteindelijk wil ik dan heel eigenlijk alle vrouwelijke familie, vrienden en zo meenemen. Dus mijn moeder, Daaf's moeder en zo. Die mogen helpen kiezen met de jurk. Maar ik heb ze wel. Welke onderbroek heb je aan? Je mag gaan raden als je een hebt. Wat hebben we nog meer voor vragen? Hoe lang ben je al met David? 4 jaar. Je bent lelijk, dank je wel. Wat aardig van je. Heb je tieten? Ik hoop het wel, ik ben een vrouw. Zijn niet mega mensen, mij maakt niets uit. Ik ben blij met mezelf en ik vind mezelf mooi. En dat is het belangrijkste wat er is uiteindelijk. Dus. Willen jullie een kind? Nu dus nog niet. Uiteindelijk willen we wel kinderen. Maar gewoon nu nog niet. Heb je een tattoo? Ik heb geen tattoos. Nope. Niet mijn ding. Nemen. Maar ik ben zo bang dat ik spijt krijg, omdat ik zo snel iets saai vind. Dus als ik dan na een tijdje, een paar jaar, de tattoo niet mooi vind, dan heb ik het wel voor eeuwig op mijn lichaam. En dat vind ik een beetje zonde. Oké, wat hebben we nog meer? Waarom is de muziek eigenlijk gestopt? Hold up. Ik zet hem maar even aan. Oké. Okay. Muziek is weer aan, want anders is het al heel stil. Je bent de beste, dankjewel. Maar het is Daaf's stream, dus ik denk dat hij de beste is. Ik kom alleen maar gewoon eventjes gezellig ronddurpen. Aangezien Daaf het eventjes drinken en er is een dat soort dingetjes doen. Wat vind je lekkerst op je brood? Ik hou niet zo heel erg van brood eigenlijk. Maar als ik dan moet kiezen, dan is het gewoon iets simpels zoals kaas of zo. Sandwichbread, zoals je dat. Wat is de kleur van je tandenborstel? Roze meestal. Maar ik heb nu ook een groene. Die heb ik net nieuw gehaald. Wat zijn je hobby's? Mijn hobby's? Jeetje. Nou ja, YouTube natuurlijk. Maar dat is ook deels half werkachtig iets. Het is wel een hobby, maar het is ook werk. Shoppen. Kleding dingetjes en zo. Make-up, dat soort dingen vind ik allemaal superleuk. De katten zijn mijn hobby. Ik ben helemaal verslaafd aan mijn katten. En gewoon met vrienden zijn. Gewoon gezellig met vrienden zijn. Zet jou op groot scherm. Ik weet niet hoe David al de instellingen heeft bij hem. Dus ik weet niet welke dat is, eerlijk gezegd. Dus jullie moeten het heel even met dit doen. Het spijt me. Ik ga niet heel David's scherm namelijk veranderen. Omdat ik een Q&A'tje wil doen. Dus ja. Ik mis je video's. Er komt nog een video over hoe of wat. En waarom ik al een tijd niet heb geüpload. Dat komt echt allemaal nog, geloof me. Dus heel even geduld, ik ben zelf even wat dingetjes aan het uitzoeken in ieder geval.
Hoeveel kinderen wil je later? Ah. Ik denk dat Daaf en ik beide precies van... We willen niet te veel kinderen, maar ook niet te weinig. Dus ik denk dat we er ongeveer 2 willen of zo. 2 kinderen. Ah. Ga je naar The Force Awakens? Ik ga vanavond. Ik denk het niet. Maar het lijkt me wel leuk film. Maar ik denk gewoon niet dat ik echt de tijd kan vinden om er nog heen te gaan. Want ik moet nog zoveel doen deze maand. Waarom ben je op Daaf gevallen? Meerdere redenen. Maar als eerste wat me opviel is gewoon zijn zelfvertrouwen. Hoe die... Gewoon wat hij uitstraalt, dat vond ik heel aantrekkelijk. Dus dat is het eerste wat me opviel. Qua uiterlijk, zijn ogen natuurlijk. Dat vind ik gewoon heel mooi. Zijn bouw, zijn lengte. Ik vind het mooi dat hij zo lang is. En van innerlijk gewoon dat hij heel lief is, heel grappig is. Hij kan super romantisch zijn als hij wil. Hij heeft alles over voor vrienden en familie. En het is gewoon mijn beste vriend, naast dat ik gewoon verliefd op hem ben. Dus ja. Dat, hoe heb je hem ontmoet? Via League of Legends. Het kattenvrouwtje is er, zeker weten. Niet alleen het kattenvrouwtje, want David is er ook weer. Ik denk dat ik weer mijn move dan mensen. Ik ben de poesmeneer. Niet het kattenvrouwtje, maar de poesmeneer. Zo grappig. Nou, dan ga ik er weer vandoor. Doe eens miauw voor mij. Nee, de kat doet het al heel de tijd. Miauw. De kat doet het doe eens. Miauw. Miauw. Goed zo. Oké. Succes mensen. Heel veel plezier met kijken. En ik laat David weer zitten. Ja, doe maar. Hey. Hey. Zo, nou, thanks voor de vragen beantwoorden. Wil je wat harder praten? Ik ga wel harder praten! Alle volume wat Rivé net niet gehaald heeft, dat doe ik wel even. Terug naar Mindtopia. Want ik had net getweet dat Jos Bremer de invite gewonnen had. Gefeliciteerd Jos Bremer. Zeg even allemaal gefeliciteerd Jos Bremer. Want als jullie dat niet doen, dan komt er ook geen nieuwe invite. Ah! Willen jullie een nieuwe invite? Kan hoor. Die heb ik uit de tweets gekozen trouwens. Dus we kunnen zo meteen wat anders proberen. Als we daar zin in hebben, dan kunnen we zo meteen wat anders gaan proberen op zich, hè? Ik heb een tweetje geplaatst. Waarin staat, hoe lang zal ik met de stream doorgaan? Jij bepaalt of jij kiest. Dus als jullie even tweeten naar mij, dan... Dan komt het helemaal goed. Wat vind je van Ties Games? Is dat voor mij even gevee? Ik vind Ties een dikke vette stakker. Nee, ik mag Ties heel erg. Ik heb best wel veel contact met hem eigenlijk. Een paar keer per week gewoon. Dat we even bij kletsen en een beetje ideetjes uitwisselen. En gewoon een super, super goede gozer. Doet ook mee met bepaalde projecten natuurlijk van DDG. Dus helemaal tof. Helemaal top. Helemaal tof, top. Top, tof. Nou, Ronald dus even aanstellen als nieuwe wethouder. Zelf de politiek in. Dat kan dan pas over 2-3 weken. Dus ik heb dan mooi de tijd om geld op te sparen. Ik moet shit verkopen, jongens. Ik moet echt shit gaan verkopen. Oké, van wie hebben we het geld al afgetroggeld? Van Joris, van Gijs en van Vee. En mensen die nou online zijn, zijn voor mij alleen maar van die arme stakkers. Tenzij ik ga vragen of Jeffrey nog geld over hebt. Jeffrey heeft voor mij ook al geld, want die heeft zo'n heel appartement gekocht. We gaan even kijken of Jeffrey zin heeft om langs te komen. Daar is hij niet. Ik moet geld hebben, jongens. Ik heb veel te veel shit. Hop. Zou Ronald nog steeds aan het slapen zijn? Of is hij alweer weg? Ronald is alweer weg en hij heeft de deur gewoon... Oké, dit moet ik allemaal even clearen, want dat zijn alle testmodellen voor... De server, dat is allemaal niet van mij dus. Dus even off-roleplay. Dat moet allemaal nog mee, mijn magazijn. Allemaal heb ik er helemaal geen ruimte voor, man. Ja, ik hoef mijn huis nog niet uit, in principe. Oké. Jeffrey zoeken. Jeffrey zoeken en shit verkopen. Of zal ik eens even in Sunnyville gaan kijken? Wat willen jullie dat ik ga doen? Er zijn zoveel dingen die je kan doen. Het is echt zoveel dingen. Oh, kijk, ze hebben de straat geveegd. Netjes, jongens. Netjes, boys. Goed gedaan. Chat, wat gaan we doen? Gaan wij Sunnyville bekijken? Gaan we Jeffrey zoeken? Gaan we de invite alvast even bedenken hoe we dat gaan doen? Kan ook, je kunt het allemaal zelf bepalen. Deadly player. Nee. Je heeft geen geld. En Jeffrey zit niet in het bouwbedrijf. Shit. Oh, oh, waar is Jeffrey nou? Zoek mensen met geld. Wie heeft er geld? Wie heeft er geld en wil wat kopen?
Nee, ik heb zo bedacht dat ik... Oh, daar heb je hem. Hi. Hallo. Hey. Oh, ik draai helemaal rondjes. Ik had een vraagje. Je hebt natuurlijk een prachtig mooi appartement. Heb jij gehaald, right? Ja. En ik zie dat jij ook al een prachtige mooie outfit hebt. Die voor mij behoorlijk zeldzaam is. Bijna one of a kind. Ja, daar zijn er niet heel veel van, nee. Nee. Nou is mijn vraag. Zijn er nog dingen waarvan je denkt van... Hey, dat zou ik ook wel willen hebben. Iets wat mooi matcht of zo. Dus mooie gouden schoenen hierbij. Een prachtig zeldzaam hoedje. Een vestje wat je nog niet hebt, zeg maar. Want je kan hier natuurlijk niet 2-3 dagen achter elkaar in rondlopen. Nee, dat is niet heel erg, ja. Dat zou een beetje raar zijn als je dat deed, ja, hè? Ja, precies. Ik denk, ja, een ander shirt. Oh, denk ik ook wel leuk bij staan. Zal ik jou even laten zien wat ik heb? Ja, is goed. Oké, kom maar. Gaan we even een stukje lopen. Ben je een beetje snel? 44 vetheid. Dus, ik heb 46. Ik zit in hetzelfde schuitje als jou, dus. Ja, het was niet helemaal goed gegaan. Een aantal keer doodvallen en zo. Ja, en wij van de serverbeheer hebben ook nog eens een keer het probleem dat we regelmatig AFK gekikt worden terwijl we iets checken voor iemand. Dat ook. Vooral dat. Ik ben wel benieuwd. Daar gaat mijn vetheid heel erg hard van omhoog. Ik ga even kijken. Even kijken. Hoe de Get Fitness. Jeffrey Force. Welke is het? AFK kick. Zit onder welke? Kun je dat even laten zien? Anders moet ik elk tapje af. Even kijken hoor. Dat is de lopen, die leather boots. Punten door AFK 8. 8 nou. Maar? Is dat gereset? Ja, dat is een tijdje geleden is dat gereset toen een update kwam. Anders zat ik nu denk ik op 40 of zo. Oké, eens even kijken wat ik heb. Ja! Ik ben zo vaak bezig voor mensen om even iets te checken, even in te loggen, omdat iemand iets vraagt. Moet ik dat bezig op Google Docs of waar dan ook? Ik ben 21 keer gekikt voor AFK. Dat kost me 21 vetuitpunten. Dat is... Ik had nu dus 67 kunnen zijn. Auw, ja, ik denk als mijn fitheid niet was gereset, of nou ja, als ik bijvoorbeeld voor de update had ik volgens mij ergens iets van 40 AFK punten of zo. 40? Ja. Ja, daar kan ik zelfs niet tegenop. Dan log ik even in en dan uiteindelijk van, ja, kan je dit nog even voor me doen? Oh ja, is goed. En dan, oh kut, ik stond nog in de server. Oeps. Ja, daar ben ik wel klaar mee. Zo. Hoppakee. Weet je wat er morgen online komt, Jeffrey? Nou. Ik weet niet of jij daar al aan meedoet, maar de MindZ-opnames komen dan online. Okay. Vanaf morgen weer MindZ. Ik heb 8 stuks heb ik er al. En jij hebt ook een plekje hè, in dat team. Zeker. Wat vond je ervan om mee te doen? Vooral gezellig. We hebben wel veel gelachen ook met het... ja, dat moet zelf allemaal wel wat er allemaal tussendoor kwam. Yep. En vooral ook een uitdaging, aangezien we best wel rare en veel moeilijke dingen hebben gedaan. Yep. Onderste kist heb ik een aantal dingetjes liggen, dus kijk even gerust rond als je wil. Die grijze die daar staat, die een beetje beschadigd is, dat kan gerepareerd worden. Ja. Ik ga ze even onder neerleggen. Ik heb hier 2 gele. Ja. Daarnaast heb ik een witte. Dan heb ik hier een grijze. Dan heb ik hier een paarse. Nou, deze heb je al. Dus dat was het wel qua vestjes. Tenzij je zoiets zegt van, joh, is ook niet meer te koop trouwens. Ik wil wel een rode. Die staat links. Nou, dan denk ik dat ik voor de... Even kijken. Hoe ziet het? Die gele is leuk, want dan lijk je wat vrolijker door, zeg maar. En de andere past misschien wat beter bij je outfit. Ja, dat is bijvoorbeeld de grijze, zeg maar. Die paste iets beter. Waarschijnlijk wel. Ja, ik denk dat ik voor kan die... Kan ik ook nog daar een zwarte broek bij aanraden, trouwens. Ja, ik denk dat ik dat doe. Het grijze shirt en de zwarte broek. Probeer ze even aan dan. Even kijken hoe dat staat. Ik ben wel even benieuwd. Even kijken. Laat maar even zien. Zo. Nou, ik vind het gelijk mooi. Zacht uit, nee. Is mooi toch? Ja, zeker. Ik doe zelf even deze aan, want dan zie ik er nog meer bling uit. Ik zou zeggen, doe eens een goed bot, man. Even denken hoor.
kan je vertellen wat ik er ooit voor betaald heb, maar ze zijn allebei niet meer te koop. Dus daar heb je niks aan. Nee, precies. Wat was 5k? Sorry? 5k? Wat is er mee? Voor beide. Pardon? Ja, ik begin met 5000. Nou, dan mag je nou weggaan. Als je geen serieuze mode gaat doen. Zeg maar, die bovenste die was nieuw. En er zijn er maar 3 van. Die was 30. En die zwarte was maar een one of a kind. Daar hangt er alleen meteen nog een hoedje van. Die was 60. Dus ik weet niet wat jij met je 5 bedoelt. Maar we spannen hier niks in, hè. Deze heb ik gekocht. Oh. Moet ik wel wat hoger gaan zitten, denk ik. Ja. Um, 60.000 al, voor allebei. Waarom zou ik verlies willen draaien op iets? Oh. Ja, ik heb zelf ook niet meer zoveel geld door het appartement. Ja, dan moet je kiezen. Ik heb nog 79.000 op mijn rekening staan. Ja, dat is bij elkaar nog niet genoeg voor beide. Ruilen, dat doe je ook niet aan, zeker. Wat heb jij te ruil dan? Ik heb nog een nog de enchanted leggings die ik had. En die, dat shirt ook enchanted. Ja, de shirt heb ik al. De leggings heb ik dan niet meer. Maar zijn ook wel wat minder waard. Want daar heb ik al best wel wat mensen in zien rond zien lopen. Wat wil je het liefste? Van de D2. Zwarte broek of het grijze vest? Heb ik toch liever de broek. Ja. Nou, die heb ik gekocht voor 60. Dus die wil ik... daar wil ik eigenlijk 70 voor als ik hem verkoop. Nou, dat heb je wel aan geld. Dus die broek zou ik dan... Ja, het punt is, die is echt niet zo speciaal. Net als dat vestje die ik ook al heb. Ja, die zijn, daar waren er heel veel van te koop. Ja, daar zijn er nog steeds wel van te koop. Ja, daarom. Dus dat is echt niet uniek meer. En die stonden te koop voor hoeveel? 10? Ja, zoiets. Nee, zelfs minder. Nou ja, op zich, kijk, voor een andere broek. En het ziet er ook echt wel mooi uit. Heb ik er, denk ik, ja... Ik heb er wel 70k voor over. 70k in de broek? Ja, 70k voor die broek. Ja, 70k en die broek erbij. Deze broek. Ja? Of gewoon ja, 70k? Ja, is goed. Nou, ik zeg doen. Oké. Okay. Het is wel een one of a kind, dus het is wel leuk als je de rest van het setje er ook nog bij kan krijgen. Gijs heeft zwarte schoenen. Ik weet niet wie de zwarte body heeft. En het zwarte hoedje ligt beneden nog te koop in de kledingwinkel van Ravé. Raak daar maar eens een keer... Naar Gijs toe dan bijvoorbeeld, of naar degene die ook de grijze body heeft. Ik weet niet wie hem. Maar jij bent, maar jij zit toch bij het bouwbedrijf? Jij krijgt toch 10% van elk gebouwd project? Dus hoe kun jij nou geen geld hebben? Nou. Nee, eigenlijk. Ik doe wel bouwbedrijf, maar ik heb eigenlijk nog nooit iets geld of zo daarvan. Wat? Joris en Duffy die krijgen voor elke lening die Duffy afsluit, mag hij 5% in zijn zak steken. En Joris voor elk plot wat hij verkoopt, mag hij 10% houden. Dan moet ik daar maar eens een keer achteraan gaan. Voor mij heb je nog een paar ton te goed. Ik zie binnenkort het gouden bubbelbad wel in je appartement. Laten we eerst dit even afhandelen. Ja, dan heb je hier alvast de broek. Oh, en dan krijg je natuurlijk die tunic die krijg je terug natuurlijk, want ik betaal hem. Ja, en dan prima. Dan moet ik even naar de pinautomaat lopen. Voor mij zijn we dan helemaal klaar. Dan leg ik deze vast eventjes hier neer zo. Dat was die broek. En dan heb je als het goed is de tunic niet meer nodig. En dan heb je de broek aan. Oké, let's go. Yes. Nou, weet je wat het is? Als straks de andere stadjes open zijn. Ja. Dan, kijk, nu is die broek... Hoeveel mensen kunnen die broek betalen? 10 man, ongeveer. Ja, zoiets denk ik. Vee, Dylan, Samal, ik. Nee, nog niet. Maar straks, als iedereen ongeveer dezelfde kleding draagt, is het in één keer leuk om toch wel iets unieks te hebben. En dan hebben we het over duizenden mensen in één keer. Dat is ook waarom ik niet mijn hele kledingcollectie wil verkopen. Want ja, die dingen die gaan op een gegeven moment gewoon heel veel waard worden.
Ja, precies. Net zoals bijvoorbeeld, je koopt iets van vroeger of zo, dat probeer je nu te verkopen. Dat is nog veel meer waard dan dat je er in het begin voor hebt betaald. Ja, ik weet toen die bidding wars waren rondom Blue Street, zeg maar. Daar ging het echt plotjes wat ooit met huis erop voor nog geen 30.000 verkocht werden. Werden zonder huis voor 70 of 80.000 verkocht. Wauw. Yep. Als je nu Reve heet en je kijkt wat zij voor plots bij elkaar heeft, zeg maar. Dat hele, die hele sectie daar. Ja. Jemig, dat is gewoon... Nou, ik denk bijna net zo groot gebied als het hele politiebureau bij elkaar. Ik denk ongeveer wel, ja. Ja, ze heeft meer grond dan dat ik heb, hoor, bij elkaar. Op dit stukje. Taal wel. Nou ja, in de hoogte niet, maar wel in de breedte. Ja, nee, maar qua oppervlakte. Ja, ja qua oppervlakte kan daar, nog meer. Zij kan daar iets gaan laten ontwikkelen, joh. Ik zou die gronden willen hebben. Maar ja, dokken maar. Hoppakee. 70.000. Jeffrey, bedankt en tof succes met de broek. Ga even bij jullie in het reglement kijken dan hoe dat precies zit met die betaling. Want ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je anders nooit meer geld hebt. Dat is niet heel handig, nee. Want anders kom ik zelf ook nog een keer in de problemen en dat willen we niet. Daarom, je wil je huisje een keer gaan inrichten. Ik geloof dat je nog een verdieping zou uitbreken. Ja, gewoon lekker doen, man. Ja. Durf te leven, Jeffrey. Ja, dat ga ik zeker. Ik ga er ook even achteraan, want dit hoort niet. Dacht ik ook. Ik zie jou dan later, man. Ja, moest jij trouwens niet iets bij de IKEA hebben straks? Ik ga wel even rondkijken. Ik denk nog niet dat ik het ga bestellen. Oké, okay, nice. En zowel, dan laat ik wel een berichtje achter, ja? Ja, is goed. Oké, ciao. Oké, ciao. Oh, ik vind het jammer. Die zwarte broek was zo mooi. Oh, Gijs had hem ook al bijna gekocht. Hij had die beide gehad. Gijs heeft 60 voor de schoenen betaald. Nou, 70 voor de broek. Ik heb er geen verlies op gedraaid. Dus een klein beetje winst dan. En mijn geld begint weer wat omhoog te schieten. Nou, mijn fitheid nog. Maar het gaat voorlopig even om het banksaldo. Wat ik zei, ongeveer een 500.000... om per stadje een DDG 5 gebouw neer te zetten. Ik denk dat ik alvast een keer kan gaan kijken waar ik ga beginnen. Niet Sunnyvale, want dat ligt hier vlakbij. Ik wou naar een blauwe stad. En voor als je niet weet wat een blauwe stad is, moet je even op mijn Twitter kijken een keer. Daar heb ik alles uitgelegd. Zonne 2 stad. Eigenlijk zou ik in Cosmopolitan wel aan de slag willen. Nadeel is dat daar al zulke grote gebouwen staan. Misschien moet ik daar gewoon een keer een gebouw opkopen die er staat. Wat als je die voor 2 miljoen kan krijgen? Dat is een mega lening, maar daar kun je veel mee. Ik ga even kijken wat jullie suggesties waren, want jullie hebben ook heel veel achtergelaten al in de chat. Damn. Jeffrey is opgelicht, zegt iemand. Nee, dat niet. Ik heb gewoon winst aan hem gemaakt. Ah, het is wel een one of a kind, dus... Hè? Gaan mensen overvallen. Laat ik dat vooral even lekker niet doen. Ik heb een prima status. Ik hoef geen overvallen te plegen om geld te halen. Zoals je ziet, ik had het op deze manier ook. Hoe lang ben ik al aan het streamen? Bij mij is dat 1 uur, maar dat klopt niet. Nee, ik ben nu... om het makkelijk te zeggen, 1,5 uur bezig. Bijna 1 uur en 3 kwartier. De public server wordt niet gratis. Het komt inderdaad is samen met een rankje wat we gaan doen. In feite gewoon een wireless wat je koopt dus. En Ronald is pas opgelicht. Nee, man! Ronald die heeft nooit een goede baan gehad. Nu heeft hij een goede baan. Hij hoeft alleen naar mij te luisteren. En hij krijgt gewoon dit prachtige appartement. En een roze broek krijgt hij. Ronald wordt niet opgelicht, hoor. Nee. Ja, wat hebben jullie dan nog meer in de chat? Een schietbaan. Oké, okay. Jullie zeggen allemaal invites. Is dat wat we willen? Willen we allemaal een invite ronde doen? Dan gaan wij een invite ronde doen. Is prima. Wat ik heel leuk zou vinden is... en dan moet ik even kijken hoe dat er nu voor staat hoor. Wacht even. Ik zou heel graag willen dat jullie... nu allemaal naar Dus David Games gaan, weet je wel, dat andere kanaal, zeg maar. Daar heb ik 2 video's geüpload vandaag, namelijk David en Reve gaan trouwen. En ook nog eens een keer de prison animatie gemaakt door Joran.
Laat onder die video's, doe even een like in ieder geval, maar laat onder die video's dan gewoon ook even een Mindtopia reactie achter. Een beetje een rare plek natuurlijk om dat te doen, maar het mag wel. Nee, weet je wat? Doe het maar onder de Minecraft animatie. En laat daar maar even, dus niet de David en RGV gaat trouwen. Doe maar onder de Minecraft animatie, anders kan ik niet door de leuke felicitaties heen scrollen straks. Ja, dus de prison animatie, de crash. Zo heet die. Iedereen heeft YouTube, hoop ik, want daar zitten jullie nou naar aan het kijken. Dus daar kun je even heen gaan. Jij flikkert even die like erop. Ik doe het zelf ook even met DDC. Hier, hoppakee, gedaan bij deze. En daar mogen jullie het achterlaten. Dus ik klik even op alle reacties. En dan de nieuwste eerst. En dan mogen jullie het achterlaten. Op een YouTube-video. Kan ik lekker terugscrollen. Hoef je niet door die chat bij de stream te kijken. Niet op de stream, jongens. Jullie doen het alsnog op de stream. Wow, iemand wil in Mindtopia en dan wil hij mijn bitch zijn. Ik weet niet of dat leuk is. Even serieus. In roleplay, ik zal hem even op de fullscreen zetten, dan zit je alleen maar naar Minecraft te kijken. Waar toch niks gebeurt. In roleplay is het niet leuk om iemands bitch te zijn, dat geef ik eerlijk toe. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat het voor een kijker of een fan leuk is om alles te moeten doen wat ik zeg. Toch? Zonder grappen, wie wil nou in godsnaam mijn bitch zijn? Dat lijkt me niet leuk, denk ik. Hey, Just Jay, you didn't miss a whole stream. You came just in time. I'm not gone yet. Maak een bioscoop. Je bent een Davidhoer. Oké, dank je. Ik weet niet hoe ik mezelf kan prostitueren, maar ik... Ja, oké. Zo, zijn sommige mensen boos, joh. Hey, besef wel, hè. Als je bepaalde woorden zegt, dan zie ik de reactie niet en anderen ook niet. Just saying. Ja, ik zie ze als grijs. De rest ziet ze niet. Grappig shirt. Ja, dit ben ik vet trots op. Dit is mijn Donald Duck shirt. Die heb ik in Disney gekocht. MC Boy, we hebben DDG nooit een altijd rank gedaan. We hebben altijd maandelijkse ranks gedaan. Wanneer zijn de ranks klaar? Ik denk dat je eerder moet vragen wanneer de rest klaar is. En met de rest bedoel ik uiteraard de plugin wijzigingen die we wel moeten maken. Oké, ik zie heel veel reacties erbij. Zo'n 1000 op een video op Dus David Games. De person animatie. Daar doen we nu de invite. Ik zie alleen dat bijna niemand een like gedaan heeft, jongens. Hij stond op 38 en nu staat hij op 3900. Doe dat dan ook gelijk even. Wat zou toch lullig zijn als ik op je kanaal ga checken of je het daadwerkelijk geliked hebt. En je hebt het niet gedaan. Dan kies ik er anders uit. Ik ga over een minuutje iemand kiezen. Een minuutje. Dan kies ik de invite. Afgesproken. Hé, lekker. Fijn. Mooi. Nog eens iemand die ik niet ken. Maarten Nels. Nooit van gehoord. Wie is dat, joh? Weet dat hij naar mij aan het kijken is, niet? Zie? Shiften. Betrapt! Betrapt! People be sneaky. Sneaky people be like. Oh ja! Nee! Wow! Ivy? Nidalee is volgroeid! Nidalee, je was eerst een keer poes! En wel ben ik heel groot poes! What happened? Welk voer heb jij gehad? Wow! Nidalee is huge! Nidalee is groter dan Janna, denk ik. Oké, ga maar rondlopen. Zeg maar. Jij gaat ook rondlopen. Kom maar. Kom maar poesen. Ja, Nidalee, kijk. Oké, ga zitten. Ga zitten. Perfecte plek. Nidalee is groot geworden. Oh, wat was zo leuk. Kleine kitten. Dat is een lief klein zwart poes. Nou, niet meer. Nou, ze is nog steeds leuk. Ik vind kleine katten vind ik eigenlijk net zo lief als oude katten. Ik vind oude katten soms zelfs nog liever. Omdat een kitten die... doet en... Wow! Deed ik dat? Flipmo, maar katten die doen. Dat is schattig als de kitten is. Maar daar verwacht je het wel van. Als een oude poes in één keer heel knuffelig en gek doet. Dat vind ik persoonlijk grappig. Maar ja,
Interessant! De minuut is voorbij. Ik weet het. We gaan de invite even bekijken. Terug naar de grote Kami. Zo. En wie zijn de grey gasten? Er zijn dus een stelletje spelers. Wat ik heel erg aanraad voor jullie ook op te doen. Als je met een paar vrienden op Mytopia gaat straks. In je eentje kan het heel leuk zijn. Met een paar vrienden alles samen doen is heel erg leuk. Dit zijn zeg maar de laatste 10 nieuwe spelers. Die hebben alles bij elkaar gezet. Die hebben gezegd wij gaan als groep samenwerken. En die noemen zichzelf de grey. Dus niks mysterieus aan. Zo. Oké, 1800 extra reacties er weer bij. Ik ga er eentje kiezen. Met de nieuwste reacties eerst. Hoppakee. Gaan echt per seconde gewoon 3, 4, 5 reacties. Jesus, dude. De invites worden later trouwens door Jeffrey gedaan. Even dat je het weet. Dus ik ga je niet gelijk toevoegen tijdens de stream. Fitnesscentrum hebben al zoveel mensen, hè. Dat is zo niet slim om wat te doen. Niet in Mindtopia in ieder geval. Wel in andere steden misschien. Grootste tip. Als je het geld hebt gekregen via lening of opgespaard of van andere mensen gekregen. Kijk goed om je heen in de stad wat er al is. Als er al 4 voedselwinkeltjes zijn, start er niet ook één. Zonde van je geld. Ga iets anders doen. Er zijn zoveel mogelijkheden met wat je kan doen. Maar denk aan de andere kant ook. Wat heb je allemaal al gezien wat zou kunnen bestaan? Laatst kwam iemand. Ik wil een kapper worden. Heb je ooit gezien dat je Minecraft poppetje haar heeft dat geknipt kan worden? Oftewel, dat gaan wij er niet in programmeren voor je. Omdat één iemand dat wil. Dus een kringloopwinkel. Wel heel slim. Voor items dan. Niet voor meubels. Want dat gaan we natuurlijk niet allemaal verplaatsen voor jou. Anders hebben we gewoon een mod fulltime op dat ding voor jou zitten. Oh, dit is echt moeilijk hoor. Dan moet ik ook nog iemand kiezen ook. Precies. Inderdaad, muziek. Nou, Robert. Ik ga jou toe laten voegen, maar ik zou het wel... succes. Nou, nee, ik ga niks zeggen. Succes. Heel veel succes. Zo. Ik heb je Skype doorgegeven. Robert de Weert, gefeliciteerd. Jij bent de invite van vandaag. Nou ja, van nu. We gaan lekker weer verder, jongens. Want ik denk dat we even wat meer Minecraft moeten doen. En wat minder... Oh, invite, invite, invite. Toch? Ik wil weer even wat leuke shit regelen met mensen, man. Wie hebben we hier allemaal? Ik weet ook gewoon dat heel veel mensen gaan mij proberen op te lichten. En als er zit ook in de stream te kijken, dus ik kan hun ook niet oplichten. Dus ik moet eerlijk zijn met handelen. Even kijken wie er op TS zit, want ik zag wel een interessante naam, maar die moet toevallig wel net tijd hebben. Jullie weten het zeker, hè, trouwens. Jullie mogen erop terugkomen. Ronald als wethouder. Ik weet namelijk niet wat ik ervan moet verwachten als ik eerlijk ben. Martje de pillendokter. Ah. Hey. Gelukt met de schoenen. Carry on. Hij had ze uitgeleend aan iemand anders. Schoenen wat hij van mij had gekregen als spion zijnde. En vervolgens had iemand anders ze dus. En die wou ze niet teruggeven. Ik zei, ja, okay, die schoenen die heb je geleend, hè. Dus dan moest hij van mij binnen een dag het terugkrijgen. Anders zou ik er zelf achteraan gaan. En dan zou ik heel boos worden. Ze heeft het even gefixt, die man. Patrick, die weet dus wel wat hij doet. Dag Maarten Els. Oké, okay, waar zou Kevin kunnen zitten? Want die zag ik wel... Ja, ik zie hem wel online. Geen idee waar die zit, maar ik ga proberen om in Sunnyville eventjes met de burgemeester te spreken. Ik wil namelijk niet mijn positie kwijt zijn. Als adviseur, omdat ik geen wethouder meer ben. Ik heb wel heel veel ervaring als wethouder. Dus ik vind dat ze dat mag
Kevin natuurlijk uiteindelijk beslissen. Maar ik ben tot nu toe nog voor niks gevraagd over Sunnyvale. Dus ik ga eens even kijken wat hij nou precies bedoelde met die samenwerking. In het algemeen. Ik heb het idee... En mensen waren hier al bang voor, dat komt inderdaad uit. Mensen zeggen van... Ja, in Metopia is geen, heb je geen vrijheid. En er zijn allemaal een paar mensen die alles bepalen. Tot nu toe, als je naar de feiten kijkt... Lijkt Sunnyvale niet heel veel beter te zijn. Ik ga het gewoon eerlijk zeggen. Het lijkt niet veel beter. Het lijkt alsof een paar mensen daar alles bepalen. Zo wordt het ook, maar... Ja, waarom krijgt dan de F5 haat en Sunnyvale niet? Niemand weet ook hoeveel geld zij zelf verdiend hebben. Want Gijs moet hun controleren. Maar die hoort erbij. Ik krijg van Duffy wel op mijn flikker hoor, als ik in één keer 2 miljoen op mijn rekening heb. Die wil gelijk weten waar dat vandaan komt. Hier? Ik weet het zo net nog niet. Dit is zo cool. Haha. Oh my god. Oh my god. Zo vet. Ja. Wat wil... Ik vind hem wel... ja. Daar liep ik heen. Waarom de crap loop je mee? Ga weg, joh. Dan ga ik ook lullig doen. Ik heb je niet nodig. What the fuck ben je aan het doen? Zie ik eruit als een debiel of zo? Die het niet kan vinden. Ik vroeg je hulp niet. Roleplay. Lullig doen, hè? Voor alle duidelijkheid. High score. Hé, hey, wat zijn dit voor gasten hier, Kevin? Hallo, wie? Ja, gewoon die mensen hier in Sunnyvale. Oh, dat is NL Mikey Games. Dat is de gemeentepostbode hier. Ik ga even naar Kevin. Lekker naar het gemeentehuis. Dat zat ik hardop op straat te zeggen. En één keer tikt hij me aan. Hé, hey David, ik weet waar Kevin is, hoor. Ik zo, ja, hoor, ja, oké, okay, ik ook. Ja, volg maar, hoor, kom maar. En hij loopt achter me aan. Ja, ik liep al naar het gemeentehuis. Ja, hij is hier, hoor. Ja. Hij wil heel graag helpen, dat is het. Denk ik. Het kan soms ook wel vervelend overkomen natuurlijk, maar... Een drammerig typeje, ja. Ja. Hij heeft mij wel... Hij bedoelde het goed, dat wou je zeggen. Oh, wat dan? Ja. Nou, er is... Fraude en corruptie? Nou, het is wel... Ik schrok ervan. Oh, vertel. Nou, loop maar eens mee. Dit is... Hoeveel dagen zit ik hier nu? Ik denk een weekje, twee weken. Ja, een weekje, hè, bijna. Ja. Kijk, ik was rustig mijn rondje. Trouwens niet echt burgemeesterkleding aan. Is het casual Het Wednesday? Is hier zo warm. Iedereen trekt zijn kleren hieruit. Het is hier gewoon heel warm. Goed plan. Ja. Kijk eens hier. Op het gemeentehuis. Wow! Are you shitting me? Ja. Dit is wel even flink heftig, ja. Nou, ik had wel zoiets van, hey, dat is nou niet heel erg lief. Maar is dit ook zo? Nou, ik weet het niet. Nee. Ik heb nog gewoon gedoucht vandaag. Ik vind het inderdaad best wel meevallen. Het kan beter, maar het valt mee. Ja, precies. Het is gewoon een beetje het zweterige van de warmte, maar dat is het wel. Ja, klopt. Maar goed, ja. Maar dat is dan ook het enige hier zo, hè? Maar kun je daar die postmevrouw van jou niet even opsturen dan? Dat die even alles gaat schoonmaken en zo. Ja, dat zou ik wel kunnen doen, inderdaad. Ja. Hé, waarvoor ik jou wil vragen, je zei het zelf al 1 of 2 weken, je weet het zelf eigenlijk niet eens meer. Typische Spaanse mentaliteit natuurlijk dit. Ja, precies. Jij had voor mij ooit gezegd dan, van joh, met de gemeenteraad willen we, als dat allemaal lekker loopt en zo, kunnen we ook wel eens een keer kijken of we wat cross-gemeentewerk kunnen gaan doen. Maar ik heb nog nooit een invite gekregen voor jou. Nee, nou is het ook zo dat de agenda's van de bankdirecteur, de politiechef en alles is nog moeilijker dan we van tevoren gedacht hadden om ze allemaal bij elkaar te krijgen. Maar die uitnodiging die staat natuurlijk nog steeds. De vergaderruimte is ook nog maar net klaar eigenlijk. Dus ben je al hier geweest eigenlijk? Nee. Niet. Maar laten we dat wel even doorlopen, want er is nog iets anders wat ik aan jou moet melden. Iets waar wij in Mindtopia heel streng op toezien. Wij hebben natuurlijk de gemeente, bank en een makelaar bij ons die alles verkoopt. Nou, jullie hebben, omdat je nog geen makelaar had, doet Joris dat nu vanuit Mindtopia. Maar hij krijgt ze plots bijna niet verkocht.
Omdat een aantal mensen hier plots aan het verkopen zijn, zwaar onder de prijs. En als ze weten dat ze geld hebben, zwaar boven de prijs. En dat is geld wat niet in de boekjes verdwijnt, maar in hun zak. Uh-oh, nu al? Dat is niet best. Nee. Voor hetzelfde plot, waar wij gewoon op de lijst, laten we zeggen, makkelijk bedrag 100.000 voor zou moeten vragen. Het plot daarnaast zou dan van de bank moeten zijn. Zo'n plot is al een keer verkocht voor 50.000 aan een vriend van Gijs. En hij heeft een keer 140.000 gevraagd aan iemand die geld had. Als in heel veel geld. Ik heb ook gehoord dat hij... Sorry, laat je kantoor zien en praat lekker verder. Ja, jij bent vast een drukman, of niet? Nou, dat valt op zich wel mee. Eten jullie vaker op kantoor? Ik ruik het eten al. Ik zeg zo'n 10 minuten of zo, dan is het klaar, hè, de oven. 10 minuutjes of zo, ja. Ja. Nou, dit is de vergaderruimte. Hier moet het allemaal gebeuren als we met die gemeenteraad bij elkaar gaan komen. Nice. Beamer presentatie zie ik. Ziet er goed uit, man. Ja, zeker. Oké. Okay. En hierboven zijn dan de kantoortjes. Ja. Ik had ook iets anders tofs gezien. We hebben natuurlijk zelf ook een rechtbank, maar ik vind die van jullie eigenlijk wel vetter. Bij de gemeente. Ja, ik vind hem ook eigenlijk heel erg mooi geworden. Nou, dit is mijn kantoortje. De gemeentepost. Oh, je hebt zelfs nog een kamer over. Ja, we hebben nog één kantoor over. Waarom heb je eigenlijk een foto van mijn vriendin op je kantoor hangen? Nou, alles hier is heel symbolisch hoor. Kijk, dit heb ik van de Sint gekregen. De sleutel heb ik van jou gekregen. Ja. Dit stukje tapijt heb ik ooit gevonden. Daar is nooit meer wat mee gedaan. Dus een soort statement van ik moet... taakjes gewoon oplossen. Ja. Lars die hangt hier als in, nou, die heeft natuurlijk heel veel goeds gedaan. Het is jouw voorbeeld ook, hè? Ja, precies. En Reve heeft mij heel erg geholpen door mij onderdak te geven. Dus dat is om mij te herinneren van, Kevin... Het is een soort reliquieën ding. Ja, alles is hier vet, voor mij een geheugensteuntje. En wat is dit? Daar bewaar ik de inschrijvingen en zo allemaal in. Dan weet ik wie hier allemaal wonen. Oh, dat is wel handig. En oké, ja. Jezus, wat veel mensen, man. Oké. Okay. En hier heb ik een dakterrasje gemaakt. Je eigen dakterrasje! Ja, gewoon voor exclusieve burgemeesterfeestjes of zo. Ah, dus je gaat hier binnenkort even je inauguratie vieren. Ja, dat leek me wel leuk. Waar is mijn uitnodiging? Ja, die heb ik toch nog niet geschreven. Oké, ik zie het wel voor me. Allemaal drankflessen hier en barbecues en... Ja, gezellig toch? Mensen die hier dronken door bankjes zakken. Mensen die in een zwembadje springen waarin gepist is met champagne erin en zo. Ja, stel je voor, dat is echt en dan blijven. En dan blijven zitten van, ja, ik ga er zo wel uit. Dat zou heel dom zijn als mensen dat doen. Dat zou heel raar zijn. Het ziet er vet uit. Het is een mooi kantoor. Maar we hadden het even over iets waar ik van schrok. Het is geen corruptie, maar het is een beetje... Kijk, wat we ook kunnen doen. We kunnen... En daar worden jullie niet blij van. Wij kunnen ook zeggen, joh, weet je wat? Laat dat hele Sunnyville maar lekker zitten. Wij verkopen gewoon alle plots die wij kunnen verkopen voor 2 ton. Aan de eerste beste landjesbeheerder. Ja, en dan stort je hele economie in hier. Ik verwacht wel, het is geen dreigement, maar ik verwacht wel dat jij als burgemeester dit echt serieus oppakt. Want ja, wij steken ook allemaal resources en tijd om Sunnyville te vullen. We hebben zelfs een soort overleveringsprogramma waarbij mensen... die in Mindtopia, zeg maar, weg willen, gaan wij zo makkelijk en ja, eigenlijk zo fijn mogelijk maken om die overstap te kunnen maken. Daar helpen we ze zelfs in. Alleen, ja, als het echt alleen maar één kant op is, mensen die hier hun zakken vullen en wij het werk moeten doen, dan voel ik er weinig voor, meneer burgemeester. Nee, dat snap ik. Maar ik schrik hier ook wel van. Ik had al een vermoeden, want ik had heel erg veel interesse in dat plotje daar. Dat zit heel dicht bij mij. Dat vertelde jij al bij dat meer, hè? Ja. Nou, heb ik natuurlijk zelf ook een overzichtje van hoe duur de plots zijn als burgemeester. Deze is groen, hè, zei je. Die groene. Die is groen, ja. Die is van wie dan? Die verkoopt Gijs dan. De bank, oké, ja. Ja, nou, dat plot, die wordt verkocht voor 120.000. Maar voor zover ik wist, ik dacht dat het 70.000 was. Ooit, toen ik ging kijken. Dus zelfs in jullie eigen gemeenteraad dinges, bankdirecteur... probeert jou gewoon te naaien. Ja, nou ja, ik heb gezegd, nou, dat plot mag je houden dan voor 120. Volgens mij is de politiechef ervoor gevallen. Volgens mij heeft hij het gekocht. Maar ik ben gewoon iets verderop gaan zitten. Gewoon een plot die ik zelf verkocht heb ik voor 40.000 gehaald.
Die ook 40.000 kosten trouwens hoor, dus ik heb niet gesjoemeld hier. Nee, dat heb ik ook letterlijk nog nooit gedaan, omdat ik bij de gemeente en bij de bank werk. Ik heb dan nooit iets mezelf gratis gegeven met korting. Nee, precies. Maar dat is inderdaad wel even ernstig, man. Ik dacht dat dit het land van de nieuwe mogelijkheden was, maar het ziet eruit als het begin van een corrupte bende. Ja, nou, ik schrik hier ook van. Ik ga je eens natuurlijk wel op aanspreken. Ik dacht, dat is echt zo'n zakenmannetje. Die heeft goede winkeltjes gehad, een maskerzaak, de slagerij. Ik dacht, dat is wel een eerlijke jongen, dacht ik. Maar dat valt weer tegen dan. Misschien toch een keer de Belastingdienst of de overheid ernaar laten kijken, zodra die beschikbaar zijn. Dan laat je hun gewoon even tijdelijk op non-actief zetten en alle administratie wordt dan doorgenomen. Wij gaan dat ook preventief bij onze bank doen. Duffy doet goed werk, maar die heeft er zelf mee ingestemd. Dat hij zegt, ja, tuurlijk, doe maar. Graag zelfs. Ja. Want dat betekent alleen maar dat je bank een hogere status kan krijgen van betrouwbaarheid. Ja, precies. Ja, ik hoop dat hij alles netjes heeft bijgehouden dan voor hem. Nou, ik heb een roddel gehoord. Ik weet niet of het waar is. Dat die safety deposit boxen die achter hem zitten, zeg maar. Weet je wel? Die je kan huren, zeg maar. Mm-hmm. Het schijnt dat daar cocaïne en wapens opgeslagen worden al. Niet. Het is een roddel die ik gehoord heb onder het gepeupel in Mindtopia. Dus misschien is het helemaal onzin. Maar, maar zoiets verzinnen ze niet, want die roddel bestaat niet over de bank van Duffy. Ja, nou, ik hoop oprecht van niet. Ik bedoel, het is hier nog best beschaafd gebleven. Ja, ik wil Gijs er niet bij naaien. Nee. Maar ja, wat ik wel wil is dat ons buurvolk... Kijk, het laatste wat we willen is een grenscontrole. Dat kan, hè? Dan sluiten we de zee af en er komt gewoon een poortje. En dan moeten we wapencontrole... Dat wil je toch niet? Nee, absoluut niet. Ja, kijk, dat moeten we dus al bijna gaan doen. Grenzend aan Wasteland hier zo. I know. Ja, het zou zonde zijn als dit een tweede Wasteland wordt. Want dan zitten wij weer... Jullie isoleren jezelf heel erg. Want dat betekent dat er vanaf Mindtopia een controle is. En ook vanaf Wasteland. Dan ben je wel... Een eilandje op zich. Ja, nou dat willen we zeker niet hebben. Dat is absoluut niet de bedoeling. Politie wel tevreden over trouwens. Wij hebben bijna geen criminaliteit meer in Mindtopia. En alles wordt vanaf hier gerund. Dus petje af voor Wouter en zijn team in ieder geval. Ja, ik heb ook nog weinig last gehad. Ik was wel een beetje bezorgd om de garage hieronder. Dat is wel een beetje een duister plekje. Ik heb ook camera's besteld, maar die zijn er nog niet. Ja, het is een... Oké. Ja, we kunnen wel eens kijken. Ja, doe het maar. Het is een, ik liep er en ik dacht, ja, als er ergens gedeeld moet gaan worden, dan gaat het hier gebeuren. Dat dacht ik. Onder het gemeentehuis? Nee, dan pakken ze het bos voor toch, joh. Ja, je zou het denken, maar... Ja, wij denken niet als criminelen, dus wij weten natuurlijk niet hoe die mensen dat allemaal... Je kan ook via hier, hoor. Oh, sorry. Kom maar. Ja, je hebt gewoon een directe deur vanuit de garage, dat je niet helemaal hoeft om te lopen. Maar kijk, als je hier nou loopt... Ja, zo hier en zo, en even, ja... Nee, ik snap je concern wel wat dat betreft. Ja. Nog last gehad van bepaalde mensen van Mindtopia? Want dat kun je ook gewoon direct aan mij melden, hè? Kan ze sneller zijn dan aangifte doen hier, want dan moet het weer naar ons kantoor. Precies, ja, er is hier iemand geweest met een landverbod bij jullie. Die zou gedeeld hebben in drakenvlees en in wapens. Dat is die ex-asielzoeker. Ja, nou, die kwam hier en die wilde natuurlijk niet terug, want dan zou die opgepakt worden. Dus dat wordt hij ook. Ja, precies. Dus die kwam hier smeken om een verblijfsvergunning. Nou, maar die loopt nou hier ook ergens rond? Ja, als het goed is wel. Ja, ik heb hem de asielzoekerstatus gegeven. Okay. Dus hij mag nergens aan de bak komen. Hij mag geen plots kopen of iets dergelijks. En ik hoop dat hij zo snel mogelijk door Wasteland geaccepteerd wordt om die kant op te vertrekken eigenlijk. Dat is het leuke. Hè? Dat zodra die tunnel af is, zeg maar. Wasteland gaat onder jouw gemeente vallen. Ja. Ik heb er nu al zin in. Ik zie het als een soort grote kattenbak. Zo van, nou, hop. Poef. Ja. trap onder zijn gat en die kant op. Nou ja, ik heb in ieder geval, ben al een beetje begonnen met investeren in Sunnyville. Ik heb een plot gekocht van een ton op het eiland daar tussen Mindtopia en Sunnyville. Ik denk, hoe zo'n duidelijk signaal kun je beter geven dan... er tussenin te gaan zitten. Dan hoor je een beetje bij beide. Je stelt je open voor alles en nog wat. Gijs heeft er ook een plot gekocht volgens mij. En voor mij is er nog één plot beschikbaar daar. Ik wil eigenlijk daar lekker mijn vakantiehuisje gaan maken. En eigenlijk, als ik daar dan zit en ik ga boodschapjes doen, doe ik het lekker in de economie hier. Zodat het ook een beetje op gang komt. Nou, dan ben je altijd welkom in mijn slagerij. Want ik heb ook geïnvesteerd in Sunnyville. Ik hoorde dat, openen. Ja. Je had zoiets van, als ondernemers nog even wegblijven,
dan maak ik wel, wat was het ook weer? Kiksvlees? Nee, het is de burgemeester. Ja, iedereen moet lachen als ik... Zo? Burgemeester? Ja. Voor een slagerij, je gaat natuurlijk ook burgers verkopen, hè? Ja, zie je, dit is... Nou, deze reactie krijg ik van iedereen. Iedereen lacht me uit. Ik wil daar wel een keer komen eten, man. Laten we gewoon binnenkort even afspreken. Neem ik Dylan mee, neem ik Lars mee. Misschien heeft Cosmo tijd, Joris. Gaan we gewoon even met de hele gang van Mindtopia, de hele gang van Sunnyville gaan we zitten. En dan gaan we gewoon casual, gaan we even over grondprijzen beginnen waar Gijs bij zit. Met iedereen op de tafel. Ja, ja, nou, dat vind ik een hele goeie. Spreek hem niet formeel aan, want dan zegt hij... Nee, dat is een foutje, ik heb niet goed gekeken. Zo gaat het, ja, zo is Gijs dan. Maar als je er in één keer over begint en ik zeg, ja, dat heb ik ook gehoord. En jij zegt, ja, bij mij deed het ook al. Oh, zegt Wouter, was dat maar 70? Ja, dan gaat hij onderuit natuurlijk. Een beetje in de val lokken, zo komt het. Ja, precies. Komt het helemaal goed. Ik snap het helemaal. Oké, nou, ik ruik nog steeds... wat zit bij jou in de oven hier? Lasagna zit er. Oh ja, ik ruik het inderdaad heel goed. Voor mij moet jij zo'n beetje nu de lasagna gaan opeten, want anders gaat hij aanbranden. Het is tijd. Daarom, wij spreken elkaar later. Nog één vraagje. Ja? De laatste roddel. Was dat er iets van een wapenwet zou komen? Met een wapenvergunning? Ja, hier. Ik heb er toevallig over gesproken met de politiechef. En wat mijn idee was vanuit de gemeente is, was een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dus dan heb je al check 1. En dat je dan vervolgens naar de politiechef zou moeten... Die is er alleen streng op tegen. Dus we moeten nog even kijken hoe dat allemaal gaat lopen. Want hij zei, ja, hij had een hele mooie metafoor. Hij zei, kijk, stel je geeft een kleuter een steen en hij slaat andere kleuters. Moet je dan alle kleuters stenen geven? Dat klinkt leuk, alleen ik ben geen kleuter. Maar er zijn wel kleuters die via een illegale weg ook aan stenen zijn gekomen. En ja, dan precies. Zou ik mezelf graag willen beschermen als het even kan, ja. Ja, dat snap ik. Kijk, dus het is zo... Ja, we moeten eigenlijk gewoon eens met de raad bij elkaar komen. En zodra hij dan akkoord is, dan gaat dat helemaal goed komen, denk ik. Ja, ik denk dat wij jou een stapje voor zijn. Wij hebben geen goedkeuring nodig van politie of dergelijke. Wij gaan dat gewoon erdoor pushen. En als we later daar een klacht over krijgen, dan horen het wel in de rechtbank bij de gemeente. Ik wil in ieder geval voor de prominente leden, bankdirecteur, burgemeester, wethouders en dergelijke, wil ik eigenlijk per direct... In ieder geval de vergunning tot een gecertificeerde beveiliger die bewapend is. Dat wij veilig over straat kunnen. Ja. Zeker straks met de criminaliteit vanuit Rolandia en de Wasteland en weet ik wat er allemaal binnen kan komen bij ons. Ja. We moeten een soort van safe haven hebben, denk ik. En ja. Malibu is te duur voor ons tweeën momenteel. Ja, dat denk ik ook, ja. Al moet ik zeggen dat ik wel redelijk wat geld heb. Maar ga lekker eten met je lasagne. Ja. Wapenwet hebben we het nog even over. Komt goed. Oké, doeg. Doei. Oké, ze zijn er dus al lang bezig met die wapenwet, jongens. Dus als je in Sunnyville zit en je hebt een goede smoes, dan krijg je bij de gemeente goedkeuring, dan krijg je bij de politiebureau een goedkeuring en je hebt gewoon een pistool of een knuppel om jezelf te verdedigen tegen mensen die het ook hebben. Dat is eigenlijk een stapje te snel, want dat betekent dat wij er nog niet klaar voor zijn. Als zij een wapenvergunning hebben en wij nog niet... Dan gaat deze tunnel dicht. En dan gaan we het water afsluiten. Dan kunnen we niet hebben dat er ongecontroleerde mensen de stad in komen. Damn. Had ik geen rekening mee gehouden nog. Dat het zo snel al ging. Ik dacht dat het een proces wat weken gaat duren. Maar ze hebben het er al bijna door. Wie zou daar behoefte aan hebben? Gijs? Kevin? Waarom willen ze dat? Ik weet het niet. Die hele metafoor van een kleuter met een steen... Ik snap het wel, want dat is echt de enige reden waarom ik zelf een pistool zou willen hebben. Is gewoon om mensen tegen te gaan. Wie van jullie wil een kleine spoiler-info dingetje hebben over hoe wij straks met wapens te werk gaan? Dit is of roleplay. Wie wil dat alvast weten? Laat even achter in de chat. Ah, mooi hè? Moet je even luisteren nou. Ik ben de bos van de kip en kou. En ik zeg je nou, kijk maar aan. Schapting, alles wat beweegt maar aan. Oostbest, thuisbest. Drie keer aan wat ik mijn paarden heb. In de stal, ja mooi. En ze luisteren maar.
anders bak ik mijn kip allemaal. Wat zegt hij? Meen je dit? Oh, is het andere stukje? Oh my god! Voor mij kun je het hele nummer gewoon bij elkaar krijgen. Als je dat allemaal... Oké, heel veel mensen willen dat alvast weten. Nou, dan zou ik zeggen, keep watching. Ik ben eventjes hieruit dan. Moet even naar de bouwserver toe. Hopen dat ik niet te veel spoil. Oh god. Dit mocht ik nog helemaal niet laten zien. Oh god. Weet je wat? Ik zet wel even de cam uit. Anders zien jullie echt veel te veel. Wie denk je, welke stad denk je dat dit wordt? Dit grijze gebiedje. Eventjes daarheen. MV List. MV... MVTP. Wastelands. Dat werkt wel waarschijnlijk. Wat een slecht weer hier. Oké, jongens. Dit is dan jullie lootplek. En met lootplek bedoel ik... de plek waar jij mensen gaat overvallen... of waar jij een nieuw bestaan gaat... beginnen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga dus een keer gewoon in survival... niet vliegen doorheen lopen... kijken of ik het kan vinden. Ja, dit is dus Wasteland. Ik heb het al in een vorige video laten zien, dus voor jullie is dat misschien even wat minder nieuw, zeg maar. Kijk, hier wel een ruimte om te kunnen bouwen, jongen. Wauw. Ik zoek even wat huisjes. Want ergens hier was dan, de wapenshop. Rennen, bitch. Hier allemaal niet. Fuck it, ik ga vliegen. Oh. Een heel krot, joh. Oh ja, joh. Hier staat gewoon een heel krot wat je kan kopen, schijnbaar of zo. Oh, daar is over nagedacht als je daar doorheen valt. Oké, nou, wat ik dus zei, dus het is een huisje wat je zou kunnen kopen. Dat je zegt van, nee, dit, laat je het opknappen, het scheelt je heel veel geld. Oeh, de berg op. Nee, ik wil even ronddurpen, rondvliegen, jongens, want ik weet het allemaal niet te vinden zo. Maar ik heb wel even deze... Oh, dat is een toffe route om iemand te sneaken, jongen. Dat blokje moet nog even vervangen worden, zie ik al. Zo. Kijk dit pad, jongen. Van boven, van daar... Oh. En dan hier wonen. Ja. Als dit geen bandit camp wordt, jongens. Ik heb het ook in die video gezegd. Dan weet ik het ook niet meer. Dit moet gewoon een bandit camp worden. Fucking vet. Oké. Oh, hier komen we er bij de beschaving uit. Nou ja. Looks like it. Maar volgens mij zijn dit niet de... Zijn dit gewoon een soort huisjes die je kan kopen. Als je het bouwbedrijf niet voor elkaar... Ja, goed zo. Goede uitkijk. Alles van bovenaf. Stalen deur. Dit ook. Oeh, die mag nog wel een beetje opgeknapt worden voor mij. Hier kun je van mij namelijk gewoon in. Wow. Haha. Je kan hier toch in? Even kijken. Daar is opening. Zouden we dat redden? Let's try, shall we? Oh, dit is echt... Oké. Lekker, David. Hep. Ja! Nailed it! Nou ja, dit huis dus. Kun je kopen, opknappen. Nee, ik zoek die wapending, want jullie wouden weten hoe de wapens werken in Mindtopia straks. Ondanks... En ik kan het wel 100 keer halen, jullie luisteren toch niet... Nee, jullie luisteren wel, ik maak een grapje. Dat heel veel mensen iets hebben van... joh, wij willen alsnog gewoon crimineel zijn. Besef dat je... Ik ga het nog een keer zeggen. Besef dat je dus wekenlang geband wordt. Oftewel, je kan de server wel op. Maar je zit dan in een soort van gevangenis. Ja, zeg kut als het zou gebeuren.
Het is nieuw. Een lavameer. Dat is leuk voor PvP. Vet hoor. Een vierkantje. Ik heb het niet gemaakt. Is dit de ingang naar iemands huis? Hoe kom je daar dan? Via daar? Dan ga ik het proberen ook. Ah, come up! Game meneer manier. In creative. Oké. Okay. What the fuck doe ik? Waarom lukt dit niet? Ik moet controle ingedrukt houden, ik weet het. Oké, okay, nou die jump is dus te doen. Normaal gesproken, als je niet fully retarded bent, dan kom je hierop. Is die sprong te halen? Aha. Ik snap hem. Voor mij zit deze map vol met shit. Zit er voor mij kun je deze Black Mountains, voor mij kun je daarin. Via het water waarschijnlijk. Epic! Ik heb zo zin in deze map. Ik heb zin in elke stad eigenlijk. Dit heb ik wel laten zien. Dit is de wapenshop. Het is al lang niet af, maar dit valt trouwens wel lekker te beveiligen. Ja, regel 1. Ga nooit de wapenshop overvallen. Ah, hier was het, ja. De gestolen SWAT gear. Bomb squad gear. Protection 4. Holy fuck. En army gear. Bivakmutsen, die ziet er zo epic uit. Give me one. Slash head. Haha. Oké. Oh, wapenstok heeft al een knockback 2. Een massive sharpness 2. En de wapens zijn genaamd. Beretta. Een Sig Sauer. Een Glock 29F. Effen, hè? Die Glock 29F. Die heeft power 3, hè? Op een boog. B, als jij... Oké, okay, als jij niet zo'n setje hebt. Of in ieder geval... Nou, dit werkt ook nog wel. You gonna get screwed, son. Power 3 op de Glock. Lekker. Oké. Okay. Dus verschillende wapens. Me likey. Een Power 4 Warhawk. Een Magnum met Power 5. Doe het normaal. Roaring Wolf. Wat staat er allemaal op? Een Warhawk Power 4. Een Magnum Power 5. Je zet een flame op. Doe het normaal. En een Colt met Punch 2. Als iemand dan van het uitzicht aan het genieten is op een balkonnetje dan. Poef. Oké, okay, nou, terugstoppen, dat is allemaal niet voor mij. Jezus, tering. Die gaan geld kosten. Ik denk dat je hier makkelijk 50.000 tot 100.000 euro moet betalen. Het gaat niet goedkoop worden, want het is server-owned als het goed is. Een mod zal dit waarschijnlijk gaan doen. Dus, terug naar Bytopia. Dat was in ieder geval hoe de wapens gaan werken. En die kun je daar kopen. Tot nu toe, tenzij je het van een politieagent jat, kun je nergens anders wapens halen.
alleen in Wasteland. Niet iedereen komt in Wasteland, want niet iedereen wordt toegelaten in Wasteland natuurlijk. Betekent dus dat de wapenhandel in de lagere stadjes nog duurder gaat worden. Zelfs zo'n standaard pistooltje, zo'n wat het maar was, dat zal waarschijnlijk heel duur gaan worden in de startstadjes als jij daar een pistool wil hebben. Waarschijnlijk 5 keer zo duur als in deze shop. Omdat het smokkelen gewoon ja, risky is, om het zo maar te zeggen. Download, motherfucker. Go, go, go. You can do this. Ga terug, ga naar boven. Waar naar boven? Besef trouwens, dit is nog zonder de 3D Texture Pack. Voor de mensen die het leuk vinden, is het zelfs mogelijk dat we ooit met, zeker vanaf 1.9 als we het gaan updaten, dat je bijvoorbeeld een gouden pistool kan hebben. Dan kun je nog specialer zijn. Maar dat komt allemaal nog. Wie zou er... Oké, ik ben wel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd. Mytopia. Ik denk dat heel veel mensen die nou kijken, die gaan waarschijnlijk ook wel Mytopia spelen. Of in ieder geval heel veel kijken, of wat dan ook. Laat ik het zo zeggen. Hoe zal ik het goed uitleggen? Zou jij het doen zoals ik het doe bijvoorbeeld? Mensen een beetje bedriegen, veel geld investeren, dik lenen en hopen dat het dan lukt. Of zou jij inderdaad een pistool willen hebben? Gewoon om als je een keer iemand ziet en niemand ziet het. Er krijg een slechte naam van op de server. Er wil bijna niemand zaken met je doen. Wat zouden jullie doen? Zouden jullie gebruik maken van de mogelijkheid dat je crimineel bent? Want het hoeft niet. Je hoeft niet crimineel te zijn. Laat maar even zien. Zou je wel of niet crimineel zijn? Ik kies er bewust voor om het niet te doen. Als in, ik heb geen gewapende overval gedaan. Ik heb een keer een diefstalletje gepleegd van wat gemeentegeld, maar dat was het wel. Ik ben, voor wat ik zou kunnen doen met mijn functie, ben ik superbraaf. Maar jullie... Oké, dus ik zie heel veel mensen dat jullie een pistool zouden willen hebben, of een mes, om je te verdedigen tegen mensen die dat hebben. Light Games NL gaat iedereen doodmaken. Oké. Ik denk als jij 40 man doodmaakt, waarbij er 2 weken celstraf per kill staat, dan ben je 6 maanden zit je in de cel. Om mensen te bedreigen, af te weren, oké. Ja, het kan allemaal, jongens. Het kan allemaal. Ik loop nog even naar mijn huisje toe trouwens. Ik ben daar voor mij niet zo heel ver vandaan. Waar ben ik? Garage, die kant op. Oké. Oh, en daar hoef je geen zorgen om te maken, hè. Op een gegeven moment leer je echt elke map uit je hoofd. Jullie weten waarschijnlijk nu al... Als ik... Oké. Als er nu mensen zouden zijn die ik zou zeggen... Yo, zou jij in een paar uur tijd het F5-gebouw kunnen nabouwen? Dat kunnen ze. Ze hebben het misschien zelfs al gedaan. Uit het hoofd, hè. Elk blokje klopt. Freaking insane. 1 keer door een kamer lopen en ze weten het. Ik ga even naar mijn huisje toe dus. En ondertussen kunnen wij nog even gaan nadenken of wij zin hebben om nog een invite te gaan doen. We hebben natuurlijk, voor mij was het Jos of Joost. Jelmer. Iets met een J, dacht ik. Die heeft het via Twitter gewonnen. Die heb ik genoteerd natuurlijk wie dat was. En ik heb een andere gozer, zijn Skype heb ik genoteerd. Dat was... Wie was dat? Dat was Trebor of zo. Ik krijg net door dat Jos gepermaband op DDG is, die net de invite heeft gewonnen. Dat betekent dat we sowieso een invite doen, want dan mag hij ook niet op DDG of op Mytopia, want daar heeft hij niks aan, want dat komt straks onder de lobby. Dus sorry Jos Bremer, je leek me een leuke gozer met wat je typte, maar als je een permaband op DDG hebt, kan ik je ook niet op Mytopia toelaten. Sorry. Dat betekent dat we die invite sowieso hebben, dat betekent eigenlijk als we het fair doen, dat we 2 invites kunnen doen. Toch leuk? Huisje. Even alles meenemen wat ik wil. Wat moeten we allemaal meenemen? Zit hier nog wat in?
Helemaal niks. Boeken. Altijd fijn om boeken te hebben. Kun je lekker op schrijven. Neem we allemaal mee. En voor het archief nemen we ook nog even wat mee. Ja, let's go, Mario! We gaan omhoog. 2 invites zouden we kunnen doen dus. Als wel zover. En sorry Jos, ik vind het echt super kut ouwe, maar... Jij bent ooit gewend, gepermaband is niet niks. Dan heb je echt meerdere keren iets gedaan of 1 keer iets heel ergs. Ik kan je dan echt niet op Mytopia toelaten. Hoe graag ik het ook zou willen. Dan ga ik gewoon ruzie met mijn mods krijgen en... Bannen op DDG-server is hun taak. Daar ga ik nooit mee bemoeien. Oké, okay, home sweet home. Het is hier nog zo kaal. Damn it. Wel een mooi huis, maar zoals ik al zei, behoorlijk kaal. Oké, okay, archief verplaatsen we hier naartoe. Nieuwe books, die doen we... ja, hier. Perfecte plek. Met mee een hoofdje. Oh, vergeet niet water te drinken, anders schieten we natuurlijk nooit op met de fitheid. Af en toe even wat eten. En hoe toepasselijk. We gaan het hebben over invites en we krijgen een spannend muziekje. Namelijk de Kingdom Track van Zik. Oké. Okay. Dan denk ik dat het tijd is om die invite ook daadwerkelijk even te gaan doen. We doen er weer even eentje via Twitter. Lijkt me een goed plan. Dan maken we even een selfie vanaf het dak. Altijd leuk, een selfie vanaf het dak. Hoe komen we daar? Zo. En die mag jij zo meteen gaan retweeten. Hoppakee. Dit is een nieuwe selfie, want die is een stuk... Ik heb hem gemaakt, jongens. Ik zet hem even in mijn famous paint. En daar gaan we dan. Selfie 2. Zet je dingetje maar vast klaar. Je Twitter op te retweeten. Want ik ga ook bij de eerste mensen die ik ga doen, ga ik kijken. Dus allemaal tegelijk. Mytopia selfie vanaf de 9e verdieping. Zo heet de tweet. Die heb ik nu verstuurd. Die kunnen jullie gaan retweeten. Vet cool. En de spannende muziek kwam er wel even uit. Zo spannend was het ook alweer niet chic. Niet overdrijven, hè? Nou, je hebt geen Twitter, dat maakt niet uit. Wat je kan doen, is eventjes naar de video van gisteren gaan op DLC. Dus David Kraft is dat. Dat is Mytopia 91. En als je daar dan even een reactie achterlaat, dan is dat ook goed. Ja? Mytopia 91. Nu even een reactie achterlaten. Ja, hallo, inderdaad. Vergeet die like ook eventjes niet te knallen. En dan gaan we daar even eentje uitkiezen. 1 op Twitter, 1 daar. Dan doen we 2 invites, totaal 3 dan gedaan. Vind ik best netjes deze stream. Skype heeft vermeld uiteraard. Nieuwste eerst. Mytopia 91, de video. Of op Twitter, of allebei. Mag ook, maakt het uit. Oh, vet nummer jongen. Eens even kijken, de tweets zullen vast al wel binnen druppen. Hey, heb ik het nou wel of niet getweet? Ik snap er helemaal niks meer van. Mijn Twitter is fucking vastgelopen, gek. Is hij wel verstuurd? Mijn Twitter loopt echt keihard vast, jongen. Oprecht, dit is de eerste keer dat mijn Twitter zo ontzettend vastloopt. Even opnieuw starten, dat is niet goed, joh.
Oh, ik heb hem wel gedaan. Oké, nice. Hij heeft heel veel retweets. Ik ga er even eentje uitkiezen nu. We hebben dat ook gedaan. Als we even bij de dingen kunnen komen. Link naar tweet kopiëren. Ja. Oh, en jongens, voor de mensen die over dat Enzo en Stuk TV gebeuren doen. Het is doodnormaal. Even in defense voor Enzo. En niks naar Stuk TV, want ik mag ze best wel. Ik ken ze persoonlijk inmiddels ook. Toen helemaal niet. Alleen je privéleven moet je niet aankomen. Meer ga ik er niet over zeggen. Het is gewoon niet cool. Echt niet cool. Ja. Meer ga ik er ook echt niet over kwijt. Ook als je niet weet waar het over gaat. Ja, jammer dan. Nou, ik zag het een paar keer langskomen. De eerste invite is gewonnen door... Ik zei, we gaan hem helemaal... helemaal aan het begin doen. We kiezen Lisaatje X uit. Lisaatje X. Even kijken. Ja, zo heb ik hem goed. Ook jou, jij wordt binnenkort toegevoegd. En dan nu nog, onder mijn top, ja, 91. Zouden we er ook nog even eentje kunnen doen. Op zich, als jullie daar zin in hebben. Als jullie daar geen zin in hebben, moet je het ook vooral gewoon zeggen natuurlijk. Ik denk dat jullie er wel zin in hebben. Zo, dat zijn er een paar bij. Oké. Okay. We hebben net een meisje gedaan. Moeten we nou natuurlijk even een jongen doen. Anders is dat natuurlijk ook weer zo stom. En was dat het laatste nummer? Are you absolutely kidding me? Waar is de playding? Begin gewoon een nieuw nummer. Wat maakt het uit? Zo, jullie posten veel gek. Het is geworden Marcel! Marcel 555! Gefeliciteerd. Ik weet niet of ik het andere... Moet ik het andere erbij doen? Ik weet het niet. Even kijken. Ah, ja. Oké, okay, ik heb je. Marcel de Boer zat, hè? Marcel de Boer. Marcel de Boer, gefeliciteerd met je invite. Yes. Jij wordt toegevoegd door Jeffrey zo meteen of door iemand anders van de staf. En als dat uiteindelijk niet gebeurt, dan zal ik het doen. Maar ik denk dat het wel gaat gebeuren. Thanks voor alle retweets, jongens. Ook ontzettend bedankt voor de mensen sowieso die mij gesteund hebben. Ik ben terug van vakantie en bam! Mytopia gaat gewoon net zo hard door. Ik vind het hartstikke tof. Wel is er een eind gekomen aan deze stream. Oh. Ik weet het. Het moet een keer ophouden. Ik moet voor morgen... Moet er ook een video's online komen op DDG. En op DDC natuurlijk moet ik nog een aantal dingetjes doen, waaronder opnemen. Dat gaan we doen. Zoals ik al in de stream zei, met Ronald erbij en Jeffrey. En met Jeffrey erbij was dat. Is MindZ is vanaf morgen sowieso weer bezig. Waarschijnlijk elke dag, want ja, we hebben alweer 10 afleveringen gemaakt. Feliciteer Marcel inderdaad eventjes. En laat even achter wat jullie vinden van de planning om elke week te gaan streamen. Dat zou normaal gesproken niet een tussentijd zijn. Ik doe het nu even, omdat ik er gewoon zin in had. Maar dat zou eigenlijk elke zaterdag zijn waarop ik ga streamen. Elke zaterdag. Ja of nee? Laat het maar even achter. Mocht je dit als video zien, kun je nog steeds even abonneren en liken natuurlijk. Jullie die live aan het kijken zijn, kunnen dat ook gewoon nog eventjes doen. Een paar weekjes, dan is Mindtopia open en dan gaan we volledig los. Dan kan iedereen zijn doel bereiken. Net als in het echte leven eigenlijk, kun je worden wat je wil. Als je er maar de effort voor hebt en het brein. Of de vrienden en het geld. Ook net als in het echte leven. Leuke stream, jongens. Super tof. Ik ga kapper mee voor vandaag. Ik laat nog even de muziek lekker afgaan. Want ik heb geen flauw idee wanneer zo'n livestream nou eigenlijk echt afgekapt wordt. En ik wil niet binnen in de zin in één keer stoppen. Dus tot de volgende keer. Later. Zal iemand finishen? Want dat is mijn game. En ik word al van met al je extreem. Check de X-ray. Ik woon crash je raps. Ik doe de dans. Een chef als iemand finishen. Oké, sorry. Doeg. Oh ja. En jullie zijn allemaal freaking awesome!